Oh.
moest alleen komen. Ik mocht geen legitimatie bij me hebben en moest mijn mobiel, opnameapparatuur, horloge en portemonnee in mijn hotel achterlaten. Het enige dat ik bij me had, waren mijn opschrijfboekje en een pen. Voorafgaand aan het interview had ik gezegd dat ik elke vraag wilde kunnen stellen en dat ik het artikel niet zou laten lezen voor het gepubliceerd zou worden. Daarnaast wilde ik garantie dat ik niet ontvoerd zou worden. Omdat ik niemand mee mocht nemen, vroeg ik of degene die me aan het interview had geholpen erbij mocht zijn. Ik ben niet getrouwd, zei ik tegen de leiders van de IS. Ik mag niet alleen met jullie zijn. De ontmoeting zou 's nachts plaatsvinden, in het geheim. Een paar uur van tevoren werd het tijdstip vervroegd. Dat was geen geruststellende ontwikkeling. Een jaar eerder had een Duitse antiterreureenheid bij me aangeklopt om te vertellen dat ze berichten hadden opgevangen over een moslim-extremistisch plan. Ik zou onder het mom van een exclusief interview naar het Midden-Oosten worden gelokt en vervolgens worden ontvoerd om met een moslimstrijder te trouwen. Voordat ik de deur uitging, trok ik een zwarte abaya aan, een traditioneel Midden-Oosters gewaad dat mijn hele lichaam bedekt, behalve mijn gezicht, handen en voeten. Het is een soort mascotte voor me geworden. Ik trek hem altijd aan als ik een lastige afspraak heb. We spraken af aan de Turks-Syrische grens, niet ver van de grensoverschrijding bij Rayhanli. Hij zag eruit alsof hij 7 of 28 was, had een wit honkbalpetje op en droeg een bril met donkere glazen. Hij was lang en goed gebouwd, had een stoppelbaard en krullend haar dat tot op zijn schouders viel. Hij droeg een poloshirt en een kaki broek met grote zakken en hij zou in een willekeurige Europese straat niet zijn opgevallen. 3 oude Nokia en Samsung mobieltjes lagen op de stoel naast hem. Met een iPhone zou hij te makkelijk te traceren zijn. Er zat een bobbel in zijn rechterbroekzak. Ik ging ervan uit dat het een pistool was. Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als de Turkse politie ons aanhield. Hij sprak zacht en probeerde te verhullen uit welk Europees land hij kwam. Maar het viel me op dat hij er Noord-Afrikaans uitzag. Toen ik op het Marokkaans overschakelde, begreep hij dat en gaf antwoord in dezelfde taal. Hij sprak ook Nederlands, zei hij, en hij was afgestudeerd als ingenieur. Als de Verenigde Staten ons met bloemen treffen, zullen we met bloemen terugslaan, zei Abu Yusuf. Maar treffen ze ons met vuur, dan slaan we terug met vuur. Ook in hun eigen land en dat geldt voor elk westers land. Ik vroeg hem wat hem ertoe had gebracht zich bij de groepering aan te sluiten. Hij zei dat hij genoeg had van de hypocrisie van westerse overheden. Ze hebben het over mensenrechten en godsdienstvrijheid, terwijl ze van de moslims in hun eigen land tweederangs burgers maken. Ik wilde deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij, maar werd alleen als moslim gezien. Wat is het alternatief, vroeg ik. Het alternatief is het kalifaat, zei hij. Ons gesprek raakte verhit. Ik was het natuurlijk niet met Abu Yusuf eens dat het kalifaat de oplossing was. Toch besefte ik dat de westerse politiek de radicalisering van jongeren niet had kunnen voorkomen. En dat veiligheidsdiensten de oplossing ook niet leken te weten. Abu Yusuf behoorde tot een generatie jonge moslims die door de invasie in Irak waren geradicaliseerd. Zoals een groot deel van de generatie voor hem geradicaliseerd was geraakt door de invasie van de Sovjet-Unie in Afghanistan in 1979. Ik was blij met het interview, maar maakte me ook zorgen. Abu Yusuf had vol overtuigingen en woede gesproken. Wie ons aanvalt, zal in het hart van zijn land worden getroffen, zei hij. Deze jongen had iemand anders kunnen zijn, dacht ik. Hij had een ander leven kunnen leiden. Dank je. Ja, goedenavond iedereen. Hartelijk welkom. Ik wil nog 1 keer een groot applaus voor de prachtige muziek van Notes of Color. Naitamish Barghouti en Asubike Omuka. En ook voor actrice Sam Gilani, die u net hoorde. Alsjeblieft nog 1 applaus.
Het lied dat u net hoorde is overigens ook geschreven door Asubike. En aan het eind van de avond zullen zij nog één lied voor u brengen. Mijn naam is Tim Wagemaakers, ik ben programmamaker bij de Bali en vanavond uw gastheer. En u hoorde net, of u luisterde net naar Sam die een tekst voordroeg uit het boek Ik Moest Alleen Komen van de journaliste Souad Meghennet, waarin zij meer dan 150 jihadisten interviewde. En in dit openingsfragment met de Nederlandse Abu Youssef, en ik las op internet, maar ik weet dat niet zeker dat hij waarschijnlijk gestorven is, zei hij, wie ons aanvalt zal zelf in het hart worden getroffen. En dat is natuurlijk een beetje het schrikbeeld wat speelt rondom terugkerende Syriëgangers. Nederlanders die afreizen naar Syrië, die daar oorlogservaring opdoen, die daar oorlogskills krijgen, die terugkomen naar Nederland om hier vervolgens een aanslag te plegen en de oorlog voor te zetten. En het antwoord eigenlijk simpel op de vraag wat we daaraan moeten doen, las ik op Facebook toen wij deze aankondiging erop zetten. Ze moeten afgemaakt worden, ze moeten in die zandbak blijven, we moeten oorlogsrechts inzetten en ze voor het leven lang vastzetten. Dan zijn we er mooi vanaf en dan hebben we hier geen last van. En ik denk dat het beeld iets gecompliceerder ligt dan dat en misschien iets moeilijker, al is het maar omdat we in een rechtsstaat leven. En tegelijkertijd, ik weet niet wie het nieuws heeft gezien, maar de minister van Buitenlandse Zaken van... het is niet de minister van Buitenlandse Zaken. De Engelse minister Rory Stewart zei deze week dat we de Britse Syriëgangers vooral moeten liquideren. Dus wie weet is het ook weer niet zover. Ik wil in ieder geval deze avond maken en niet om te doemdenken, maar om te proberen om met u en iedereen op zoek te gaan naar twee vragen die we volgens mij moeten beantwoorden in dit debat wat best wel gepolitiseerd is. Namelijk, wie zijn de Syriëgangers die terugkeren en wat... kunnen we daarmee? Wat moeten we daarmee? Is er bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen daders en slachtoffers? Of is iedereen dader? Er zijn ook vrouwen in het kalifaat. Er zijn kinderen geboren in het kalifaat, bijvoorbeeld. En daarom hebben we ook vanavond geen politici, maar experts. Het een sluit het ander niet uit, hoor. Trouwens, politici kunnen ook experts zijn. Maar in dit geval hebben we in ieder geval mensen waarvan we zeker weten dat ze er veel van af weten. En gaan we die vragen stellen over recht en onrecht, maar ook de morele en ethische afwegingen die spelen rondom terugkerende Syriëgangers. En over onze democratie en de verhouding tot onze rechtsstaat. Dat gaan we als volgt doen. Maarten van der Donk van Radar Advies zal zo een inleiding geven. We gaan in gesprek met landelijk terrorismeofficier Ferry van Veghel, die daar zit, over de aanpak, mogelijkheden en bevoegdheden van het OM. We hebben juriste Sangeeta Jagai, die naar het regeerakkoord voor ons heeft gekeken om te kijken, wat staat daar nou in, wat is het nieuwe kabinet van plan in de aanpak bij terugkerende Syriëgangers. En in een panelgesprek schuift vervolgens Bibi van Ginkel aan. Zij doet onderzoek naar de legale aspecten van de strijd tegen terrorisme. En we hebben de advocaat van een aantal Syriëgangers, André Sebrechts. En we gaan met hun in gesprek. En het is best wel een vol programma, dus ik heb beloofd aan mezelf en aan u dat u om 9:45 aan de bar staat. Eén ding wat mij enorm zou helpen is als u uw vragen bewaart tot de laatste 20 minuten die ik daarvoor gereserveerd heb. Dan kunnen we in één keer alles verzamelen. Mocht er echt een vraag zijn waar je niet van kan slapen als je hem niet gesteld hebt, steek dan even je hand op en dan kom ik naar je toe. Dus laten we vooral snel beginnen. Ik geef heel graag het woord aan Maarten van der Donk van Radar Advies, die voor ons uiteen zal zetten wie er op ons afkomt en wat we daaraan kunnen doen. Eigenlijk de hoofdvraag van de avond. Geef hem een warm applaus. Dank u wel, dames en heren. Ik hoop, hij staat, als het goed is nu, voor mijn neus. Ja. Wat te doen met terugkeerders? Daar zal ik u het komende 10 minuten, kwartier mee bezighouden. En ik doe dat door eerst met ons af te vragen, komen ze wel terug? En vervolgens is het niet vrouwen en kinderen eerst, maar ik begin met de mannen dit keer. En ik eindig naar dan toch de vrouwen en de kinderen met, en wat doen we met de samenleving? Maar voordat ik dat doe eigenlijk twee opmerkingen. De eerste is, heel vaak bij dit soort lezingen, als ik dingen uitleg over Syriëgangers of over terugkeerders, vragen mensen, heb je medelijden? Voel je niet te veel met ze mee? Ben je niet te veel bezig met in hun ziel te gaan zoeken en daardoor een soort van begrip te kweken? Mijn stelling is van, je moet mensen altijd als mensen blijven bekijken, want dan kun je ook verklaren waarom op een gegeven moment er ook wandaden hebben plaatsgevonden. Het is niet zo dat je een soort van zwart-wit verhaal moet gaan denken nu en moet gaan zeggen dat al die terugkeerders, wat je inderdaad op sociale media ziet, tuig zijn die je daar moet laten. Want dan zul je ook nooit achter hun drijfveren komen, maar
minstens net zo belangrijk, zullen we ook nooit voor oplossingen van veiligheid komen die we willen als Nederlandse samenleving. De tweede is, soms vragen mensen ook af, zijn er geen grotere problemen? Er zijn toch maar 280 mensen die weg zijn, daar zijn er 40, 45 van dood, daar zijn er 50 zo'n beetje van terug, dat zijn de cijfers van juni 2017. Dus ja, we praten over 190 man en misschien zijn er de afgelopen weken daar ook wel een aantal meer van gesneuveld, dus waar hebben we het eigenlijk over? Die vraag is op zich legitiem. Van de andere kant, als we kijken naar alle aanslagen die in Europa hebben plaatsgevonden, de grotere aanslagen, zie je bijna altijd dat mensen die in Syrië zijn geweest of in andere brandhaarden zijn geweest, dat die daarbij betrokken zijn. Dus ook al komen maar heel weinig mensen terug, de kans is wel ook aanwezig dat zij kwaad van zin zijn en weer een gevaar zijn voor onze samenleving. Komen ze wel terug? Ik raakte het net al even aan. Ja, dat is nu maar ook maar even te bezien. U heeft waarschijnlijk ook de pers gevolgd de afgelopen week. Raqqa is gevallen. We zien op dit moment dat de Islamitische Staat eigenlijk heel erg ingeschrompeld is. Het lot van heel veel van de strijders is onbekend. En eigenlijk is ook niet zozeer bekend wie nou straks de baas gaat worden in dit gebied. Het is niet zo dat er een keurig ordentelijk leger Raqqa heeft bevrijd en vervolgens nu zegt laten we volgens het volkerenrecht dit verhaal verder gaan oplossen. Nee, misschien staren we eigenlijk wel ook aan de vooravond van een nieuwe burgeroorlog daar, waarbij het maar zeer spannend is wat er met de Syrië-strijders, de buitenlanders, gaat gebeuren. Worden die handelswaar? Worden die afgemaakt? Worden ze teruggestuurd? Als ze worden aangeboden op de internationale markt, gaat Nederland dan wat doen, ja of nee? Een heleboel vragen die je daarbij kunt stellen. We zien wel dat in ieder geval een aantal van de Syrië-strijders de afgelopen maanden heeft gebruikt om een soort van charme-offensief te starten. Menig actualiteitenrubriek had ineens een exclusief interview met een van de Syrië-gangers. En heel vaak was de toon dan van, ja, ik wil best met je praten, maar ik zeg niet dat ik zelf oorlogsmisdaden heb begaan. Mensen gaan zichzelf namelijk niet ophangen tijdens hun interview. En ze waren vooral bezig van, nee, we willen terugkomen naar Nederland en we vinden het ook prima om berecht te worden. En dat is eigenlijk best opvallend, want de betere jihadis geloven niet zo in onze rechtsstaat. En geloven natuurlijk al helemaal niet in de rechtspraak die daarbij zit. Maar op een of andere manier vonden ze het wel aantrekkelijk. Wat we ook zien is de wanhoopskreten van ouders. Vandaag ook weer een aantal in de krant. Haal onze kinderen terug. En dat is op zich ook een spannende ontwikkeling die we in de samenleving gaan meemaken. Gaat dat resoneren of worden die mensen in de hoek weggezet? Als Sir Pieter, dan had je zoon of dochter het maar anders moeten doen. De mannen. Als je kijkt naar de mannen die zijn gegaan en dus nu ook de mannen die terugkeren, zou je eigenlijk een tweedeling kunnen maken. Je hebt de mensen van voor en na de Islamitische Staat. De Arabische Lente zijn er heel veel mensen die kant op gegaan, niet alleen vanwege religieuze dadendrang, maar ook als avonturier, het idee erbij te moeten zijn, soms gecombineerd ook met van hier een aantal dingen te hebben dat je je niet thuis voelde. Hier geen held, daar kun je held worden. En eigenlijk vonden wij als samenleving, je praatte het niet goed, maar in het begin was er niet echt ineens een hele grote veroordeling. Je vocht namelijk tegen Assad, je zat alleen bij de verkeerde club. Nadat de Islamitische Staat is gekomen, kun je wel zeggen dat het ook veel duidelijker was waar je naartoe ging. Dat ook eigenlijk de mensen wel verhard zijn. En dat mensen die in IS gingen strijden, die zich lieten recruteren, die wisten gewoon dat ze niet voor oude vrouwtjes water uit de bron gingen halen. Die wisten dat er iets heel anders op hun pad zou komen. Er is ook een groot verschil tussen de eerdere terugkerers en nu. Als je ziet voor motieven voor terugkeren, dan zie je vaak dat dat bijvoorbeeld ook is desillusie. Je hebt niet de plek gekregen in die organisatie die je wilde. Die strijd was toch niet zo gemakkelijk. Jihad is een leuke gedachte, maar als je geen stroom hebt om je mobiele telefoon op te laden, is het toch eigenlijk wel lastig. Dus dat is een gedeelte. Je hebt ook mensen die terugkwamen, misschien gestuurd voor aanslagen voor recruten. En sommige mensen kwamen eigenlijk ook terug omdat ze bijvoorbeeld waren vastgezet, omdat ze weer even in Turkije waren geweest en dergelijke. We zien er nu een andere groep bijkomen en dat zijn mensen die eigenlijk wiens feestje nog niet afgelopen was. Zij waren daar, ze vochten voor wat, alleen ze gaan nu door de omstandigheden opportunistisch terug. Het is namelijk de keuze tussen vecht je je daar dood tot op de laatste man of probeer je op een gegeven moment terug te komen en ga je misschien met jouw ideologie inzetten weer op een andere plek. Hier in Nederland misschien, maar of een andere plek in de wereld. Wat is er dan zo gevaarlijk aan die mannen? Nou, ze hebben gevechtservaring. En die gevechtservaring die kun je inderdaad gebruiken van wat je heel vaak ziet van die komen vast nieuwe aanslagen plegen. Uit de geschiedenis weten we ook dat ze soms heel erg gewild zijn in de criminaliteit. Je hebt mensen die weten hoe met de wapen om te gaan en vervolgens daar ook nog niet echt voor terugdeinzen.
Wat we ook zien is dat deze mannen vaak excessen hebben meegemaakt. Ze hebben in oorlogssituaties gezeten, gebombardeerd. Ze hebben verschillende dingen meegemaakt. Dus de kans op trauma's en dergelijke is reuze groot aanwezig. Wat gaat dat betekenen? Dat is niet een onveiligheid in de zin van een terroristische aanslag meteen. Maar misschien wel van, komen hier gezinsdrama's van? Wat gaat dit betekenen in gemeenschappen als mensen met zo'n bagage loslopen, waarvan we niet weten wat ze hebben meegemaakt? De acties, want dat is dan eigenlijk het verhaal van wat is nou de oplossing als je weet dat ze terugkomen. Zou je een paar dingen moeten zeggen. Ten eerste is het natuurlijk goed nodig om te kijken van als die mensen terugkomen van wie zijn dit nou eigenlijk. Het zijn mensen met verschillende profielen die heen zijn gegaan. En als we die allemaal op dezelfde manier zouden behandelen. Jij komt terug uit Syrië, dus jij wou vast een aanslag plegen, dan mis je misschien wel wat. En eigenlijk zijn er na zo'n onderzoek twee mogelijkheden. Het kan, en die kun je ook weer combineren. Het vervolgen. Daar gaan een aantal mensen vandaag nog veel meer over zeggen dan ik. En die zijn er veel deskundiger over. Dus die laat ik hier even. Of je kunt gaan werken aan de resocialisatie. Aan hoe krijgen we deze mensen terug de samenleving in. Uiteindelijk moeten die twee samenwerken, is mijn stellige overtuiging. Maar laten we het nu vooral hebben over die resocialisatie. Ja, dan kun je bijvoorbeeld denken aan, wat gaan we doen met die families? Heel vaak waren mensen het er niet mee eens dat hun geliefde zoon of man naar Syrië vertrokken. Hij komt terug. Hoe kun je deze mensen dan ondersteunen van dat zij hun gezinslid weer goed kunnen opvangen? Vaak is men in het begin blij dat iemand terug is, maar van de andere kant zit er vaak ook veel verborgen leed. Kinderen die niet goed konden spelen met andere kinderen meer, omdat ouders van die andere kinderen zeiden van, ga maar niet meer met hen om, want zijn grote broer is jihadist. Of dat op een gegeven moment zo'n jongen thuis komt en tot niks en in staat is en alleen maar daar op de bank hangt. En dat die ouders ook denken van ja, hier hadden we nou eigenlijk ook niet op zitten wachten. Een andere is training. Te veel training aan hulpverleners en dergelijke. Hoe ga je nou om met mensen die daar zijn geweest? En wanneer het gaat over aanpakken, dan pleiten wij ervoor om te zeggen, doe gemengde aanpakken. Ga niet alleen zitten op het hoofd van deze mensen. Dat zie je ook heel veel in het politieke discours van als de mensen terugkomen, dan gaan we ze deradicaliseren. Dat wordt voorgesteld als een soort van wasstraat. Je komt er hier vies in en je komt er als een modelburger uit. Nou, A wil ik van u wel eens weten wie van u allemaal modelburger is, maar misschien daarvoor ook de vraag van wat betekent dat dan eigenlijk? Wij denken dat je mensen niet verplicht van gedachten kunt laten veranderen. En dat eigenlijk ook een van de belangrijkste dingen waar we aan moeten werken is van, hoe geef je mensen praktisch weer een plek in de samenleving? Mensen moeten niet tot de lengte van jaren zaaltjes moeten afstruinen als ex-jihadi om aan de kost te komen. Nee, we willen dat ze gewoon weer gaan werken en dat ze op een veilige manier worden opgenomen in die samenleving. Want dat biedt het meeste perspectief. De vraag daarbij is, wat kun je verplichten? Want verplicht van gedachten veranderen zal moeilijk zijn. Maar van de andere kant om nou mensen zomaar vrijheid, blijheid de maatschappij in te zetten omdat ze niet meedoen aan een traject, dat kan toch ook niet aan de orde zijn. Dan de vrouwen. Dat is meer overigens, dat wil ik dan meteen zeggen, dan jihadi-bruiden. Heel vaak wordt het toch nog weggezet als dat vrouwen daar alleen naartoe zijn gegaan, verliefd wordend op een foto op Facebook en dan daar naartoe gegaan en als slachtoffer daar te zijn beland. We zien bij vrouwen, overigens net zoals bij de mannen, dat er slachtoffers en dat er daders zijn. We zien dat vrouwen soms heel bewust hebben gekozen om daar als kolonist te zijn. Dat vrouwen daar naartoe zijn gegaan en andere vrouwen zijn gaan recruteren. Maar ook dat ze mee hebben gedaan aan indoctrinatie. De veel geprezen propaganda van IS is voor een gedeelte vrouwenwerk. En de laatste week hebben we ook nog een aantal signalen gehoord over, hebben zij niet aan de strijd meegedaan toen het op het heetst ging in Raqqa. Dus wat dat betreft zit er misschien ook nog wel weer wat oorlogservaring en ook wat trauma's. De reden voor de terugkeer bij vrouwen is bijna hetzelfde als bij de mannen. De aanpak zou ik ook zo voorstellen. We zien alleen twee opvallende dingen. Het eerste is dat in de praktijk vrouwen op dit moment minder vervolgd worden in Nederland, maar ook in de meeste Europese landen. En dat is soms zelfs voordat men het onderzoek is opgestart. Het is zo, als je op dit moment terugkomt uit Syrië, dan wordt er een gerechtelijk onderzoek opgestart, heb je wat gedaan. Maar we zien nu zelfs dat bij vrouwen heel lang er eigenlijk niet veel gebeurde. We zien nu eigenlijk met de zaak Laura H. een van de eerste keren dat het eigenlijk tegen een vrouw heel groot wordt aangepakt. Een tweede punt is, en dat is een dilemma. We zien eigenlijk vrouwen misschien nu in de nadagen van IS dat ze ook gewelddadig zijn geweest, maar dat ze met name geestelijk werk hebben verricht.
En eigenlijk is niks moeilijker dan mensen geestelijk weer te veranderen. Dus de vraag is ook eventjes waar bij mannen het gedrag is geweest en een geestelijke component, is het eventjes de vraag van hoe dat moet met deradicalisering van vrouwen. Want aan het gedrag ga je er misschien minder merken, omdat zij vaak zelf ook niet gewelddadig zijn geweest. Dan de kinderen. Die zijn daar of hier geboren. Het zijn er, wanneer we kijken naar de Nederlandse groep, een stuk of 80. De bronnen verschillen daarvan, maar laten we ongeveer maar zeggen dat het er 80 zijn. En dat is een hele moeilijke groep. Ze zijn geïndoctrineerd daar via onderwijs, maar ook binnen het gezin. Onderwijs wat helemaal is voorbereid, zeker voor jongens, om straks strijder te worden. Vanaf 9 ben je ook al oud genoeg om strijder te worden. Dus in feite zijn mensen al heel jong geen kind meer. Ze zullen allerlei trauma's daardoor hebben kunnen opdoen. Ze gaan daar hun vriendjes en andere sociale netwerken verlaten, hoe kwalijk die ook zijn. Maar die komen hier naar Nederland toe, dus je hebt een versie van onthechting, want ze hebben vaak geen oud netwerk. En als je dan een beetje pech hebt en allebei je ouders worden gearresteerd en worden opgesloten, dan word je ook nog eens een keertje bij je ouders weggeplukt. Nou, zonder hier nou inderdaad het verhaal van medelijden op te hangen, maar je kunt je wel voorstellen dat je hier een aantal componenten bij elkaar aan het zetten bent die op zich best risicovol zijn voor de toekomst. Dus wat te doen? Nou, de adviezen gaan allemaal de kant op situaties zoveel mogelijk normaliseren. Zoek naar stabiliteit waar het kan. Probeer kinderen zo snel mogelijk terug op school te krijgen, vrije tijdsbesteding, weer een toekomstperspectief te geven. Maar dat houdt ook in dat we kennis moeten gaan ontwikkelen hoe om te gaan met getraumatiseerde kinderen. Het voordeel is, die kennis is er eigenlijk wel, want we hebben al eerder wereldwijd te maken gehad met mensen die uit burgeroorlogen komen. We hebben al op allerlei andere plekken mensen die iets ergs hebben meegemaakt. Dus het is ook vooral oude kennis hier opnieuw inbrengen. En mensen trainen die daarmee in aanraking komen. Overigens is een van de ingewikkelde dingen, en daar is misschien wel het verschil met andere getraumatiseerde kinderen, is dat hier ook nog een stukje anti-westers of anti-Nederlands sentiment kan meespelen. Waar andere kinderen misschien uit een oorlogsgebied komen en onthecht zijn, is het hier soms ook nog dat ze het vijandbeeld ook hier hebben zitten. Ten slotte, de samenleving. De samenleving, en dat merken we ook een beetje zo de krant nu lezen, die is vervuld van angst wanneer het gaat over de terugkerers. Wat gaat er gebeuren? Krijgen we aanslagen? Kunnen we ze niet beter levenslang opsluiten? Dan hebben we ook nog op dit moment een tijd van polarisatie, waarin ook de, laat ik maar zeggen, iets forsere mening niet wordt geschuwd. Je gaf net een paar mooie voorbeelden van wat je op sociale media tegenkomt. Maar er zit eigenlijk ook nog een hele andere belangrijke onder. Geven we ze nog een kans? Zijn wij straks bereid dat de Dirk van den Broek in Amsterdam-Noord een vakkenvuller heeft die ooit in Syrië heeft gezeten? Of zijn wij niet bereid om iemand de kans te geven om dat te doen? Als wij zo iemand niet de kans geven om dat uiteindelijk te doen, en we weten dat de gevangenisstraffen niet oneindig zijn, dan geven mensen eigenlijk geen perspectief voor de toekomst. Dan heeft deradicalisering en resocialisatie eigenlijk ook niet zo heel veel nut. Hoe zou je daar een klimaat voor kunnen creëren? En dan kom ik bij mijn laatste stuk en dan zit ik nog min of meer binnen de tijd, geloof ik. Die samenleving die wil natuurlijk wel een aantal garanties hebben. Die wil wel weten dat een overheid niet zegt van onze grote droom is om die jonge vakkenvuller te maken. Maar onze grote droom is om die jonge vakkenvuller te maken en om een veilige samenleving te hebben. Want dat zijn de twee dingen die we willen hebben. Dan kom ik weer terug. Daarbij is een goed assessment bij terugkeer heel hard nodig. Goed inschatten over wie hebben we het nu. Niet te snel meteen maatregelen instappen, maar goed iemand onderzoeken van is iemand nog steeds rancuneus, haatdragend? Wat zijn zijn motieven? Met wie gaat hij om? Enzovoorts. Een stukje voordeel is daar dat de IS heeft, zeker bij de mannen, bij de recruten hebben zij best wel een stukje administratie bijgehouden. En een gedeelte daarvan is ook in veiligheidsdienst handen gevallen. Dus daar kunnen we ook af en toe nog wat informatie over ophalen. Een tweede is, goede reïntegratie in de samenleving is van groot belang. En wat bedoel ik daarmee? Na de gevangenis kom je in een tijd van reclassering terecht. En dan is het van belang om deze mensen heel goed te volgen en weer op hun plek te krijgen. Daar hebben we met geradicaliseerden niet zoveel ervaring mee. Maar we hebben bijvoorbeeld wel, en ik weet dat het nu een beetje een ongelukkig voorbeeld is, naar aanleiding van ook wat er in Den Dolder en Soest is gebeurd. Maar bijvoorbeeld met seksueel delinquenten hebben we daar wel een hele lange traditie mee hoe je daar kan aanpakken. En je hebt ook een aantal internationale voorbeelden van projecten die eerst alleen voor seksuele delicten werden gebruikt en nu ook voor geradicaliseerden worden gebruikt. Gewoon goed en kort contact houden, zodat mensen als ze denken van hé, nu wordt het gevaarlijk, dat ze weer op het droge kunnen worden getrokken.
Een derde punt is goede informatie naar de omgeving en naar de gemeenschappen. Als wij paniek zaaien via de media, maar ook als dat gebeurt als overheden, als wij dat experts blijven doen, dan zul je uiteindelijk ook die gepolariseerde storm oogsten die je hebt ingezaaid. En als laatste, die noem ik dan hier ook maar ook als een bemoedigende, werk aan weerbaarheid. Niet alleen aan weerbaarheid van die persoon die nu terugkomt, dat hij niet 1, 2, 3 weer terugknalt naar zijn oude situatie, maar ook aan die sociale omgeving, dat iemand niet de held is, dat iemand als hij zegt van ja, maar dat had ik in het kalifaat meegemaakt, dat iemand jaloers wordt of denkt van hé, maar dat is stoer, maar dat je ook die jongeren die in die wijken in Nederland rondlopen, of dat die vrouwen of die mannen, dat die denken van nee, dit is geen goede optie. En dat is gewoon werken aan een positieve binding met de rest van de samenleving. En ook duidelijk steeds maken wat de gevaren zijn van radicalisering zoals deze. Maar dat vooral ook mensen zelf te laten doorvoelen. Dankjewel. Blijf heel even nog 1 seconde staan. Want ik heb nog 2 korte vragen aan je. Ja. Je zei de hele tijd wij zien. Kun je nog even kort uitleggen wie wij zijn en wat je doet? Ja, dat is een soort van... Maarten van der Donk, dat had je al gezegd. Werk voor Radar Advies. En een van de dingen die wij doen is, wij ondersteunen onder andere in Europa het Radicalization Awareness Network. Dat is een project van de Europese Commissie. En dat zorgt voor samenwerking tussen mensen die in de dagelijkse praktijk bezig zijn met radicalisering. Zoals politiemensen, jongerenwerkers. Wij brengen die mensen bij elkaar om best practices, dus goede voorbeelden uit te wisselen. Laat ik Nederlands blijven praten. Maar ook om beleidsadviezen naar boven toe te krijgen. En daarnaast houdt ons bedrijf zich bezig met de training, zowel in Nederland als in het buitenland, op het gebied van signaleren van radicalisering. En de tweede vraag, je op een gegeven moment zei het over we moeten werken aan deradicalisering, we moeten daar partijen. Een van de vragen die daarbij speelt is, speelt religie daar een rol in bij deradicalisering of niet? Ja, speelt ook een rol, is meestal niet de belangrijkste. Wat is het belangrijkste? Nou, wat je ziet is vaak dat als je ziet de reden waarom mensen gaan, is vaak omdat ze bepaalde grieven hebben van, dat ze bepaalde ambitie hebben van avontuur. En dat je ziet uiteindelijk dat ze dat vastpakken in een soort van, hé, de religie is misschien daar wel een oplossing voor. Als mensen terugkomen, zijn mensen soms nog heel erg, zitten ze hoog in hun religie en dan is het goed om dat erbij te betrekken. Maar soms als mensen ook al gedesillusioneerd zijn, dan gaat het meer erom van, hoe kunnen we jou nou een nieuw perspectief geven? En dan is ook altijd nog de vraag, en dan als laatste zin hierop, is dat je bij deradicalisering praat je eerst over het afbreken van iets, maar je praat ook over het opbouwen van iets. En de discussie gaat er op dit moment ook over of je bij de opbouw religie nodig hebt of niet. En ons standpunt daarbij is van als jongeren aangeven of aan van, jullie hebben me nu net, we zijn nu net helemaal leeg geworden, ik zoek opnieuw naar een waarde en zo van, kan ik daar advies op krijgen? Heel goed dat dat gebeurt, maar het is geen moed. Geen moeten. Dus het is niet per se voor wat sommige mensen zeggen, er moet altijd een imam bij zijn. Nee, dat kan ook heel goed zonder. We gaan straks nog verder in het panel over onder meer deradicalisering. Maar voor nu wil ik heel hartelijk bedanken en neem vooral weer even plaats op de eerste rij. Want ik wil eerst nog even door op vervolging en hoe dat werkt. En daarvoor vraag ik graag naar voren en ga lekker op die rode stoel daar zitten. Landelijk terrorismeofficier van het OM, Ferry van Veghel. Misschien omdat ik net zo slordig Maarten niet goed geïntroduceerd heb. Wat doet een landelijk terrorismeofficier? Een landelijk terrorismeofficier is één van de terrorismeofficieren in Nederland. Alleen de landelijk terrorismeofficier is ook nog belast met de coördinatie van alle strafrechtelijke onderzoeken. Dus ik doe zelf een groot aantal onderzoeken, de wat zwaardere onderzoeken. Maar ik ben ook betrokken bij de coördinatie van andere onderzoeken die in het land lopen. Ja, en we gaan straks in het panel nog veel meer in. Maar ik dacht, we doen eerst een stoomcursus OM. Allereerst voor me... 5 minuten voor, begrijp ik. Ja, misschien worden het er 6 als het heel interessant is. Ja. De eerste vraag is eigenlijk, voor me terugkerende Syriëgangers een gevaar voor onze veiligheid. Wat zou het OM daarop zeggen? In algemene zin denk ik dat je dat niet kan ontkennen. Als je kijkt naar de aanslagen in Parijs en Brussel, dan leert ons dat mensen die teruggekeerd zijn ook betrokken zijn bij het plegen van aanslagen. Dat wil dus niet zeggen dat elke terugkeerder dat voornemens is te doen. Maar er zijn gevallen waarbij dat bekend is, ja. En wat doet het OM? Nou, gegeven dat grote gevaar geldt in ieder geval vanaf begin 2015... dat alle teruggekeerde Syriëgangers, mannen en vrouwen, aangehouden worden. Dat we niet wachten met het openen van een strafrechtelijk onderzoek totdat iemand terugkomt, maar nu al
alle strafrechtelijke onderzoeken hebben lopen. We hebben tegen alle onderkende uitreizigers internationale arrestatiebevelen. Iedereen is in beeld. Alle onderkende uitreizigers hebben een internationaal arrestatiebevel. En tegen al die onderkende uitreizigers lopen op dit moment. Wil je bij het woord onderkende uitreiziger? Betekent ja, dat iedereen in beeld is of niet? Is, dat is uitreizigers waarvan wij weten. Ja. En dat klinkt misschien niet heel geruststellend. Maar om het even geruststellender te maken. Die lijst wordt natuurlijk ook bijvoorbeeld met de inlichting- en veiligheidsdiensten besproken en bekeken. En die is compleet. Ja. En dan hebben jullie dus het onderzoek opgestart en dan? We hebben het onderzoek opgestart. Wat we zelf nu proberen te doen is al zorgen dat er vonnissen liggen voordat mensen terugkomen. Zodat als mensen terugkomen er al een vonnis ligt en mensen direct naar de gevangenis kunnen. Het zal opgevallen zijn dat dat in Nederland tot nu toe met wisselend succes is geweest. De rechtbank Den Haag heeft dat goed gevonden. De rechtbank Rotterdam een tijd niet. Tot vanmorgen, in alle eerlijkheid, de rechtbank voor het eerst heeft gezegd, wij vinden dat het belang van de maatschappij dusdanig zwaar weegt dat dit soort mensen ook vervolgd mag worden als ze niet aanwezig zijn. En waar worden ze dan voor veroordeeld? Ze worden vervolgd voor deelnemen aan een terroristische organisatie. Okay. Ja. En wat zijn de moeilijkheden? Want volgens mij zijn er nog niet zo heel veel casussen waarbij mensen ook echt vervolgd zijn met succes. Er lopen op dit moment 11 vervolgingen en er zijn 14 veroordelingen. Ja. Dus we hebben wel al wat ervaring met vervolgingen. En die hebben ook dus in een groot aantal gevallen geleid tot veroordelingen. Wat een van de grootste moeilijkheden natuurlijk is het vergaren van bewijs in het strijdgebied. Dat is natuurlijk een van de moeilijkste dingen die er is. Toch proberen we dat uit alle macht te doen. Door vanaf hier zo goed als mogelijk dat onderzoek te doen. Als je kijkt naar oude zaken, dan kun je zien dat er bijvoorbeeld bewijs gehaald is uit gesprekken met familieleden, uit foto's op telefoons, foto's op social media. Dat is ontzettend ingewikkeld onderzoek, dat is ontzettend tijdrovend onderzoek, maar het is ook heel erg hard nodig onderzoek. Dus daar gaat heel veel tijd en moeite in zitten. Ja. En kunnen jullie mensen veroordelen die er niet zijn? Veroordelen doet de rechter uiteindelijk. Ja. En de rechter kan mensen, zoals het dan heet bij verstrek, dus in iemands afwezigheid, de rechter die veroordelen. De rechtbank Den Haag heeft dat inmiddels al een keer of 10 gedaan. Dus dat gebeurt ook in Nederland. En waar komen terugkerende Syriëgangers terecht? Er is een speciale afdeling in Vught. Ja, in Vught en in Rotterdam. Er zijn twee gevangenissen met een terroristenafdeling. Hoeveel mensen zitten daar nu? Ik denk 2025 ongeveer. Okay. En die zijn nog in onderzoek, zeg maar. Er is nog een onderzoek tegen hun gegaan. Ja. Hoe lang kunt u hun vasthouden? In Nederland staat er geen maximum op de tijd dat mensen vastgehouden kunnen worden. Wel is het zo dat iemand die vastgehouden wordt elke 3 maanden opnieuw naar de rechtbank moet. En de rechtbank moet elke 3 maanden opnieuw kijken of iemand langer vast moet blijven zitten. Ja. Maar zolang het onderzoek nog loopt en er voldoende bewijs ligt om mensen vast te houden, kunnen mensen in die zin onbeperkt in voorlopige hechtenis gehouden worden. Om het traject even af te maken, als een Syriëganger uiteindelijk niet vervolgd kan worden, wat gebeurt er dan? Dat hebben we nog niet meegemaakt. Alle Syriëgangers die teruggekomen zijn, die zijn na januari 2015, die zijn allemaal, lopen allemaal in enige vorm van vervolging. En waar zetten jullie dan op in als Openbaar Ministerie? Is dat degene die vervolgd zijn, is dat resocialisatie, ook waar Maarten van der Donk op wees? Of is dat vooral het strafelement? Beide. Kijk, de verdenking is een zeer ernstig, hè, deelnemen aan een terroristische organisatie. Als je kijkt naar de nieuwsbeelden waar IS, maar ook Al-Qaeda in het strijdgebied mee bezig is, dat laat dan duidelijkheid niets te wensen over. Dus dit zijn ernstige strafbare feiten, waar ook wat ons betreft zware straffen voor gelden. Maar tegelijkertijd willen we ook die straf zo nuttig als mogelijk inrichten en mensen op een aanvaardbare en goede manier terugleiden dus de maatschappij. En dus wat ons betreft is beide, dus afrekenen, echt hard afrekenen voor datgene wat je gedaan hebt in het strijdgebied. Maar het is ook toewerken naar een goede integratie, reïntegratie in de samenleving. Ik vind het heel bemoedigend klinken, maar ik heb ook een interview gezien bij Nieuwsuur met Dick Schoof. Met Herman Bolhaar was het, denk ik. Waarin ook wel veel zorgen van het OM waren of we dit wel in de klauwen hebben. Kijk, wat Herman Bolhaar steeds heeft proberen aan te geven is dat het Openbaar Ministerie dit niet alleen kan oplossen. Het is niet een probleem wat het Openbaar Ministerie alleen kan oplossen. Daarvoor is het probleem te groot. Je hebt gemeentes nodig, je hebt hulpverleners nodig.
Je hebt heel veel meer mensen nodig dan alleen het Openbaar Ministerie. Maar voor zover het betreft de vervolging, ja, daar kan alleen het Openbaar Ministerie doen. Volgens mij is dat wat Herman Bollaar steeds wil uitdragen. Als je het onderscheid maakt tussen mannen, vrouwen, kinderen. Ja. Hoe zit die verhouding bij jullie in wat jullie nu vervolgen? Er was heel veel waar ik het net mee eens was in de inleiding van Maarten van Donk. Wat ons betreft zijn alle mensen die bewust afreizen naar het strijdgebied, mannen en vrouwen, dader. En dus ook komen ze in aanmerking voor berechting en voor een straf. Wel is het zo, dat in sommige gevallen, en nou ja, de zaak Laura H. is daar een bekend voorbeeld van, dat we zeggen, ja, ze is wel dader, maar als je kijkt naar een aantal omstandigheden, dan vinden we ook dat er verzachtende omstandigheden zijn, zodat de straf minder kan worden. Maar mannen en vrouwen worden voor ons op dezelfde wijze behandeld, waarbij we natuurlijk wel altijd proberen te kijken, wat heeft iemand nou zelf precies gedaan. Kinderen is ontzettend ingewikkeld. De Nederlandse strafwet is pas van toepassing bij kinderen die 12 jaar of ouder zijn. Normaal gesproken hebben we daar helemaal geen probleem mee. Alleen hier weten we uit onderzoek dat kinderen van 9 jaar en ouder al gevechtstraining en wapentraining krijgen. En die categorie dus tussen de 9 en de 12, daar kun je strafrechtelijk niks mee. En moet heel veel op hulpverlening, op jeugdhulpverlening gezet worden. Vanaf 12 ja, zullen we, geldt eigenlijk hetzelfde beleid, aanhouden, kijken wat iemand gedaan heeft. Ja. Maar het spreekt natuurlijk voor zich dat je kinderen niet heel erg lang wil opsluiten eigenlijk. Ja. Ik wil nog twee dingen vragen voordat we zo in het panelgesprek nog veel meer erop ingaan. Ik hoorde op de radio dat een journalist van Trouw, Thijs Kettenis, die was op de Griekse eilanden en die zei de vluchtelingenstromen zijn ook veranderd. Vroeger waren dat de mensen die vluchten voor IS. Nu zijn het ook de mensen die vluchten omdat het kalifaat gevallen is. Of in ieder geval IS instort. Maken jullie je daar zorgen om? Dat de mensen die in het kalifaat leefden, daar misschien wel prima vonden, nu terugkomen? Kijk, we maken ons in algemene zin zorgen over mensen die terugkomen. Dat is ook de reden waarom er heel erg veel op geïnvesteerd wordt. En dat zit natuurlijk ook in die vluchtelingenketen. Ook daar moet heel scherp gekeken worden wie daar tussen zit en wie daar niet tussen zit. En dat lukt? Nou ja, het is natuurlijk een hele grote stroom. Maar iedereen doet heel erg zijn best om dat goed voor elkaar te krijgen. Is er een beeld van hoeveel mensen dat zijn? Die leven? Teruggekomen zijn met het idee om hier iets te doen? Nee, dat durf ik u niet te zeggen. En de laatste vraag is eigenlijk, we hebben dus de Britse minister gehoord die zei, we moeten ze liquideren die we vinden. Er worden nu strijders opgepakt waarbij de vraag is, nemen landen die terug? Hoe staat Nederland daarin? Vanuit het Openbaar Ministerie willen wij dat mensen naar Nederland worden gebracht en hier worden berecht. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld als er een aanhouding in Irak plaats heeft gevonden, dat wij een uitlevingsverzoek aan Irak hebben gedaan en aan Irak hebben gevraagd om iemand over te brengen naar Nederland om hier berecht te worden. Dat is waar we als Openbaar Ministerie in deze discussie voor staan. Ja. We gaan zo meteen verder, denk ik. Ik ben ook benieuwd. Ah, dat is een goede vraag. Wat is de maximumstraf? Nou, het hangt ervan af waar iemand voor vervolgd wordt. Maar als je het hebt over het deelnemen aan een terroristische organisatie, is de maximumstraf 15 jaar. En dan komen ze vrij. Ja. Maar dat is, kijk, elke straf, behouden ze levenslang in Nederland, leidt op enig moment tot vrijlating. En dat is ook waar ons hele systeem op gericht is. Ja. Wij willen mensen uiteindelijk weer terugleiden in de maatschappij. Als ik het even heel kort samenvat, dan is jullie lijn nu, de mensen die terugkomen, maar ook de mensen die er nog zitten, worden onderzocht. Uiteindelijk willen jullie die veroordelen op de grond van deelname of lid zijn van een terroristische organisatie. En daar staat de maximumstraf op van 15 jaar. Ja, dat is de maximumstraf. Dat wil niet zeggen dat die straf natuurlijk steeds geëist wordt en opgelegd wordt. Dat is de maximumstraf. Dus meer dan dat kun je niet eisen en opleggen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat dat altijd geëist of opgelegd wordt. Dankjewel voor deze eerste ronde, want je schuift zo meteen nog aan en dan kan het publiek ook nog veel meer vragen stellen. Maar we hebben nu denk ik een eerste verheldering van hoe het werkt. Je mag ook blijven zitten trouwens. Geef me een warm applaus, Ferry van Veppel. Want het OM kan allemaal dingen doen, maar er is ook nog een politieke realiteit. En we hebben Sangeeta Jagai, zij is jurist en onderzoeker. En zij richt zich vooral op de ontneming van nationaliteit en is daarbij verbonden aan de Institute on Statelessness and Inclusion. En zij geeft een korte analyse van het net verschenen regeerakkoord en vooral wat daarin staat eigenlijk over de aanpak van terugkerende Syriëgangers. Sangeeta Jagai. Dankjewel. Waar we in het regeerakkoord van 2012 helemaal niks hebben teruggelezen over terrorismebestrijding, is het in het huidige regeerakkoord van ongekend belang en heeft het ontzettend veel aandacht. Nederland wil 13 miljoen euro per jaar vrijmaken om terrorisme te bestrijden.
Want het kabinet vindt dat het de taak is van de overheid om te zorgen voor een vrije, veilige en rechtvaardige samenleving. En ze willen ook een breed scala aan maatregelen invoeren die richten op het preventieve deel van terrorismebestrijding en deradicalisering. En wat ik uit het regeerakkoord heb kunnen halen, is dat de voorgestelde maatregelen zich voornamelijk focussen op repressieve maatregelen. Dus het straffen van de vermoedelijke terroristen. En dus minder op het voorkomen van radicalisering. Het kabinet wil bijvoorbeeld terugkeerders voor langere tijd in voorlopige hechtenis houden. Dat om ervoor te zorgen dat ze niet op vrije voeten komen, terwijl er nog misschien een langdurig proces van bewijsvergaring is. Ze willen opzettelijk verblijf in het gebied waar een terroristische organisatie de macht heeft strafbaar stellen. En de mogelijkheid voor DNA-onderzoek bij verdenking van een terroristisch misdrijf verruimen. Nou, dit lijken geen slechte ideeën in de eerste instantie, maar laten we vooral niet vergeten dat Nederland al ontzettend veel repressieve maatregelen kent. Om maar een paar voorbeelden te noemen, we kennen het bevriezen van tegoeden, het innemen van paspoort, een inreis- en uitreisverbod opleggen. En Nederland gaat zelfs zo ver dat het het burgerschap van vermoedelijke terroristen wil ontnemen en op die manier terroristen wil verbannen. En al deze maatregelen hebben als doel om terrorisme te bestrijden. Dat staat buiten kijf. Maar het lijkt wel alsof bepaalde maatregelen haaks op elkaar staan. Aan de ene kant wil Nederland langere voorlopige hechtenis instellen. Om controle ook te houden over die teruggekeerde Syriërs en ervoor te zorgen dat de samenleving veilig blijft. Maar aan de andere kant heeft de minister van Veiligheid en Justitie vorige maand 4 vermoedelijke jihadisten ontnomen van het burgerschap. En hierdoor hebben we helemaal geen controle meer op deze mensen. En kunnen ze nog steeds misschien op valse papieren terugreizen en een gevaar vormen voor de samenleving. Het lijkt wel alsof Nederland regelkoorts heeft. En vooral wil laten zien dat we er alles aan doen om terrorisme te bestrijden. Maar de effectiviteit van deze maatregelen is nog niet onderzocht. En dat is zorgwekkend. En als we het regeerakkoord moeten geloven, dan gaan we op korte termijn bezien welke aanpak voor contraterrorisme het meest effectief is. Best practices worden gedeeld. Maar jammer genoeg wordt er verder niet nader op ingegaan hoe we dat dan gaan onderzoeken of hoe we dat dan gaan doen. En zoals ik al zei, naast repressieve maatregelen is het ook heel erg belangrijk om te kijken hoe we mensen kunnen deradicaliseren. Het kabinet wil dit doen door een aantal dingen. Ik zal even een paar voorbeelden citeren. We willen voorkomen dat haatpredikers een podium wordt geboden. We willen het beperken van beïnvloeding via social media vanuit onvrije landen, zoals we het noemen, en organisaties. En we willen voorkomen dat via geldstromen, via buitenlandse geldstromen voornamelijk, naar religieuze organisaties of politieke en maatschappelijke organisaties onwenselijk invloed wordt gekocht. Maar wat ik jammer vind is dat er concreet niks wordt gezegd wat er moet gebeuren op lokaal niveau. Wat moeten bijvoorbeeld gemeentes doen om terrorisme te bestrijden? Hoe voorkomen we dat al die maatregelen om terrorisme te bestrijden niet zorgen voor spanning en verdeling onder etnische groepen in de samenleving? En voornamelijk, wat moeten we doen om echt te zorgen voor die deradicalisering van die teruggekeerde Syriëgangers? Dus 2 belangrijke punten. Er is 1, weinig aandacht voor deradicalisering. En er is fixatie om vermoedelijke jihadisten nog harder te straffen of nog harder aan te pakken. En de belangrijke vraag die ik vind is, in hoeverre zijn al deze maatregelen effectief? En heiligen deze middelen het doel? Dankjewel. Dankjewel, Sangeeta. Het is heel onhandig om zo te praten. Ja. Maar ik pak deze even. Nog één vraag. Je had het over innemen van paspoorten, maar dan zeg je eigenlijk ontnemen van burgerschap. Ja, dat zijn 2 verschillende dingen. Wat is dan het ontnemen van burgerschap? Dat je Nederlanderschap wordt afgenomen. Kijk, als je paspoort afneemt, dan zorg je ervoor dat iemand niet naar het buitenland kan reizen. Maar dan is nog steeds niet je nationaliteit ontnomen. Want een paspoort is het bewijs van je burgerschap. Als je Nederlanderschap wordt afgenomen, ben je helemaal geen onderdeel meer van dit land. Dus Nederland die legt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor deze
ongewenste persoon bij iemand anders. En dat is zorgwekkend. Oké, helder. Dankjewel. We komen aan het eind van het panelgesprek nog één keer bij jou terug om te horen hoe je ernaar geluisterd hebt. Maar voor nu, dankjewel. Sangeeta Jerai. Ja. Nou, ik zou heel graag Maarten van der Donk opnieuw aan tafel willen. En daarnaast introduceer ik graag mijn twee volgende gasten. Bibi van Ginkel. Ze werkt als onderzoeker voor het Klingendaal Instituut en voor het International Center of Counterterrorism. En ze houdt zich voornamelijk bezig met de legale aspecten van de strijd tegen terrorisme en het voorkomen van radicalisering. En nog veel meer, als ik je zo... Ja, heel goed. En ik wil graag André Sebrechts naar voren vragen. Als jij daar gaat zitten, als strafrechtadvocaat staat hij meerdere Syriëgangers bij. Allereerst, volgens mij is het interessant om in dit gesprek in te gaan op concreet wat we weten, wat we kunnen doen en hoe we vervolgens vervolging of deradicalisering kunnen versterken of bij elkaar kunnen inzetten. Bibi, allereerst, ik hoorde dat jij wel een tip hebt voor het OM of een manier weet waarop wij die moeilijkheid die zij hebben met vervolging, namelijk het verzamelen van bewijs, kunnen verbeteren. Nou, zo zou ik het niet willen stellen, maar want ik denk het OM heeft heel veel in zijn macht en in zijn mars om dat te doen. Maar het probleem wat Ferry ook al aangaf, is dat dat vergaren van bewijs ontzettend ingewikkeld is. En waarom is dat zo? Omdat het OM, de officieren, hier niet zelf naar die... Nee. Chaotische situatie kunnen. Het is onveilig. Het is moeilijk om met partijen daar samen te werken. Om daadwerkelijk achter dat bewijs aan te gaan waar je naar op zoek bent. Want op dit moment, en zo heeft Ferry het ook uitgelegd, wordt er vooral vervolgd voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Mm-hmm. Maar we weten natuurlijk dat deze mensen ook in veel gevallen veel ergere dingen hebben gedaan dan alleen maar lid zijn van een terroristische organisatie. Als zij bij allerlei moordpartijen en liquidaties en onthoofdingen betrokken zijn geweest, zouden we ze dan niet daar eigenlijk ook voor willen vervolgen? Het strafrecht heeft drie belangrijke doelstellingen. Dat is met betrekking tot afschrikking. Straf die je hebt moet afschrikken. Het is een wraakactie ook namens de slachtoffers, maar dat doet de staat. En tenslotte heeft het ook een veiligheidsaspect. Als iemand blijkbaar een gevaar is voor de samenleving, wil je hem vastzetten. Nou, en op dat tweede punt van die wraakactie komen we natuurlijk niet helemaal ten volle ten dienst van die slachtoffers of de nabestaanden, door ze alleen maar te vervolgen voor lidmaatschap. Nou, als we het daarover eens zijn, dan is natuurlijk de volgende vraag: hoe kan je dat veranderen? Ja, hoe kan je nou ervoor zorgen dat het bewijs dat er waarschijnlijk wel voorhanden is, in ieder geval meer dan wat er nu gebruikt kan worden, hoe krijg je dat bij de juiste partijen? En een van de zaken waar wij naar kijken, dat doen we samen met de VN, maar ook de EU is daarmee bezig, is om een soort van richtlijnen op te stellen opdat militairen beter geoutilleerd zijn om bewijs te vergaren en eventueel ook arrestaties te verrichten en te zorgen dat ze met de juiste partijen gaan samenwerken om dat bewijs of die verdachte bij het Nederlandse OM of het Duitse OM het Libanese OM te krijgen. Ja. Dat is niet zonder hindernissen, maar dat er zijn wel flink wat stappen in te nemen. Want ze zijn er, dus ze kunnen iets doen. Ze zijn er en je kan daar inderdaad progressie in maken. Ja. Ik wil zo naar André nog even heel kort naar het OM. Goed idee? Ja, zeker een goed idee. Kijk, dit is iets dichter bij de microfoon dan. Zeker een goed idee. Kijk, dit is een goed idee. Op grond van een VN-mandaat wordt er ook een bewijsmechanisme, databank opgezet, wat de zogenaamde IIIM. Ook dat is een goed idee. Maar wat Bibi ook terecht zegt, dat gaat wel tijd kosten om dat op een goede manier ingeregeld te krijgen. Ja. En tot die tijd moeten wij het doen met de middelen die we hebben en proberen we het zo goed als mogelijk te doen. Ja, dus dat is aan de politiek om dat mogelijk te maken. Het is niet alleen aan de politiek, veel ligt gewoon in de internationale gemeenschap. Ja. André Sebrechts? Ja? Die huidige situatie, de oplossing die nu wordt gekozen, die we op dit moment hebben, die baart advocaten in dit soort zaken best wel wat zorgen hoor. Want het is precies zoals Ferry zegt, het is heel moeilijk om daar bewijs te verzamelen. En wat men nu dus een beetje doet, is die bewijslat erg omlaag doen. Men zegt een klein beetje, als je daar bent geweest, dan ben je eigenlijk al lid van een terroristische organisatie. En we baseren ons dan op algemene rapporten. Dat is iets wat zorgelijk is. Dus als daar een betere oplossing voor zou komen, zou ik daar ook wel voor te
porren zijn. Ik wil nog één stap terug met jou, bij jouw goedwillen. Namelijk, ik introduceerde jou als de advocaat van meerdere Syriëgangers. Wie vertegenwoordig jij precies? Jij vertegenwoordigt een aantal cliënten. Ja, verschillend. Een aantal jaar geleden waren dat met name mensen die op weg waren daar naartoe. Die gepakt waren op weg daar naartoe. En nu zijn het wat meer mensen die terug zijn gekomen. Maar ook mensen die zich positief over IS hebben uitgelaten. Mensen die geld hebben overgemaakt. Mensen die in het strijdgebied zijn. Ja. Dat soort... Ik heb eigenlijk aan iedereen steeds de vraag gesteld van in hoeverre is er een reden tot angst of vormen terugkerende Syriëgangers een gevaar voor de samenleving? Wat zou jouw antwoord daarop zijn? Ja, ik kan ook niet uitsluiten dat er mensen bij zitten die gevaarlijk zijn. Maar het betekent niet dat je voor de zekerheid maar iedereen vast moet gaan zetten met heel weinig bewijs. Ja. En dat is dus een van de zorgenpunten die we hebben. En hoe luister jij dan naar het gesprek wat we tot nu toe gevoerd hebben? Ja, ik hoor bepaalde aspecten waarvan ik dus zeg, dat is dus eigenlijk niet goed. Vanuit een advocatuurlijk oogpunt. Hè? Het berechten van mensen terwijl ze er niet zijn, waarbij er eigenlijk niet een echte goede reden voor is, van ons uit bezien. Want je kunt best wachten tot ze terug zijn. Die mensen die kunnen zodra ze aankomen in Nederland, meteen worden aangehouden. Dus dan is het belangrijker dat je ze de kans geeft om zichzelf te verdedigen. Of bijvoorbeeld het aspect dat mensen automatisch worden geplaatst op een terroristenafdeling. Als ze worden verdacht van een terroristisch misdrijf. Terwijl dat een heel ruim begrip is. En het een heel streng regime is. Dat zijn zeg dingen... je eigenlijk dat wij misschien iets te makkelijk, en misschien vul ik het niet veel voor je in hoor, onze rechtsstatelijke principes opzij zetten als het gaat om terugkerende Syriëgangers? Ja, alles gaat uit van een soort doorgeschoten veiligheidsdenken. En rechtsstatelijke aspecten zijn dan iets minder belangrijk als het maar veilig is, Terwijl dat een ja, not the way to go is, zeg maar. We moeten niet onze rechtsstaat opzij zetten om de rechtsstaat te redden. Ik wil zo het OM daarover horen, lijkt me een goede reactie. Maar Maarten, hoe luister jij naar dat doorgeschoten veiligheidsdenken? Nou, dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen, omdat ik toch meer in de resocialisatiekant zit. Een van de dingen die je nu wel ziet, dat is ook een van de discussies die heel veel speelt over terrorismeafdelingen. Dat is niet een vanzelfsprekend iets. In Nederland zijn we dat gewend, maar op heel veel plekken in Europa hebben ze dat niet. Er worden alleen in Nederland toch eigenlijk? Nou, je ziet dat Frankrijk een stuk heeft opgezet. Verenigd Koninkrijk is er nu mee bezig, dus het krijgt navolging. Er wordt discussie over gevoerd. Er zit natuurlijk ook een heel belangrijk aspect aan van hoe voorkom je dat zo'n terrorismeafdeling enerzijds een soort van hogeschool wordt voor terrorisme, omdat je mensen allemaal bij elkaar zet. Maar er zit ook andere kant aan van als je die mensen gewoon zomaar loslaat op de rest van een bevolking, waar ook heel veel mensen gevoelig zijn, wellicht voor radicalisering, omdat ze niet in ideale omstandigheden zitten, dan is dat weer moeilijk. Maar er zit ook een andere kant aan, en dan kom ik nu even van de menselijke kant binnenvliegen. Als jij meegemaakt wat de Syriëganger heeft meegemaakt, en je gaat die op een gegeven moment op een regime zetten wat wederom heel erg beperkt is. En je weet ook dat die meneer of mevrouw over 2 of 3 jaar potentieel uw buurman is. Want dat is namelijk een feit. De meeste mensen, u zegt, geeft aan 15 jaar maximum. We hebben nu heel veel berechtingen gezien inderdaad van een aantal jaren. En dan komen mensen weer in vrijheid. Dus het is wel de vraag van wat is het effect van die opstapeling van die ervaringen die mensen hebben. Is dat dan een pragmatische opmerking? Zo van, ja, we kunnen dat wel op een klein regime zetten, maar uiteindelijk krijgen we daar meer last van, dus moeten we het maar niet doen? Nou, volgens mij zitten er 2 kanten aan. We willen niet meemaken dat, wat dat betreft, de Nederlandse gevangeniswezen daar nog redelijk van gevrijwaard, dat er op grote schaal geronseld gaat worden binnen de Nederlandse gevangenissen. In een aantal andere landen is dat wel gebeurd. Overigens niet alleen door de terroristenafdeling komt dat, maar dat komt er ook omdat we in Nederland relatief goede voorzieningen hebben. Minder overbevolking, meer individuele aandacht voor gedetineerden. Dat is 1 kant. De andere kant is van, je moet wel steeds blijven kijken wat ik nu in de gevangenis doe. Misschien om een stukje veiligheid te pakken. Wat betekent dat straks als die mensen buiten zijn? En als het inhoudt dat als jij zwaar getraumatiseerd op een gegeven moment in een bijna geïsoleerde omstandigheid terechtkomt op het terroristenafdeling en daar wordt niet goed naar gekeken, ja, dan ga je iemand niet een stap verder helpen naar een goede resocialisatie. Je ziet ze er ook wat doms uitkomen. Ik wil nog even naar het OM kijken. Het is natuurlijk heel makkelijk, of in ieder geval, ik denk dat heel makkelijk is om de hele avond de advocaat van de Syriëganger tegenover het OM. En nou ja, die zullen het vast niet met elkaar eens zijn, zo vermoeden had ik al. Ik ben het op 1 punt heel erg met André eens. Maar dat is ook wel het enige punt waar ik het met hem eens ben, is dat je de rechtsstaat inderdaad niet beschermt door hem zelf bij het veld te zetten. Alleen waar André zegt, ik ben bang dat dat nou gebeurt, ben ik dat echt hardgrondig met hem oneens. Omdat
bewijs is vaak mager in dat soort zaken. Maar de wet is niet anders. Er is een bewijsminimum in de wet. Rechters vinden dat bewijsminimum gehaald wordt en veroordelen. En het is niet zo om te zeggen, ja, dat gaat allemaal om algemeenheden, om algemene rapportjes. Want daarmee doe je wel iets tekort aan bijvoorbeeld een rapport wat André goed kent en wat ik ook goed ken, omdat het in een zaak van ons is opgemaakt. Een rapport wat in 2016 is verschenen van 3 wetenschappers. Waarin gesproken is met mensen die in het strijdgebied zitten, mensen die teruggekomen zijn, met mensen die daar nu nog zitten, die in het leger zitten, met ouders van mensen die daar zitten. Waar uiteindelijk in een rapport van 100 pagina's wordt geconcludeerd, het is in het huidige tijdsgevricht niet goed mogelijk om als man naar het strijdgebied te gaan en niet op enige wijze betrokken te raken bij de strijd. Dat is niet zomaar een rapportje, dat is best een doorwricht rapport. Een rapport ook wat door meerdere rechtbanken gebruikt is. En één argument nog om te zeggen, we zetten de rechtsstaat helemaal niet buiten vel. Het is ook voorgekomen, de afgelopen 2 jaar, dat het Openbaar Ministerie een vervolging heeft ingezet. En uiteindelijk zelf op zitting om vrijspraak heeft gevraagd, juist vanwege wat André zegt, namelijk de rechtsstaat is de rechtsstaat. En als er te weinig bewijs is, moet iemand vrijgesproken worden. Maar vraagt dat dan. Maar u zei net dat iedereen vervolgd is. Zeker. Dus als u om vrijspraak gevraagd heeft. Vervolging wil zeggen dat je een zaak voor de rechter brengt. Ja, oké. Okay, maar dat betekent dus niet dat iedereen ook uiteindelijk vast is komen. Nee. Veroordeeld, sorry. Veroordeeld, nee. Ja. En er is een situatie geweest waarin wij zelf een zaak naar de rechtbank hebben gebracht. Uiteindelijk naar alle bewijzen hebben gekeken en zelf hebben gezegd, wij vinden dit te weinig voor een veroordeling. Rechtbank, u moet vrijspreken. Ja, ik wou eigenlijk een beetje ook als onderzoeker een paar kanttekeningen maken in het grotere plaatje. Want het is wel degelijk zo, als we naar de ontwikkelingen kijken van de afgelopen jaren, dat we zien dat er meer en meer in die veiligheidsmaatregelen is geïnvesteerd. Sangita in een reactie op het regeerakkoord maakte daar ook al een opmerking van. Regelkoord. Ja, het is niet. Want wat er gebeurt is, er zijn een aantal dingen opgeschoven. Om te beginnen is bijvoorbeeld wanneer iets een strafbaar feit is, opgeschoven naar een voorbereidingstraject. Dat is eerder kunnen we nu al vervolgen. Dus dat is één. Aan de andere kant zijn bevoegdheden toegenomen. De veiligheidsdiensten, de inlichtingendiensten hebben meer bevoegdheden gekregen. Dus dat is gewoon aantoonbaar het geval. Het is ook aantoonbaar het geval dat er een reflex is bij overheden om direct na aanslagen allerlei nieuwe maatregelen voor te stellen. We hebben net een groot rapport afgerond voor de Europese parlement, waarin we in een tijdlijn eigenlijk uiteengezet hebben in een soort staafdiagrammen hoeveel maatregelen er direct na een aanslag voorgelegd worden. Ja. Van al die maatregelen zijn het de maatregelen, dan de actieplannen, dan wordt er weer een orgaan opgericht. En tot slot denken ze, oh ja, hadden we niet een strategie nodig. Dat komt aan het eind van de rit. En wat we bijna niet tegenkomen, en dat is ook een belangrijk punt, en opnieuw een punt wat Sangita al aanhaalde, wat ik graag wil onderstrepen, evaluaties van beleid vinden bijna niet plaats. Hm. Nou, hoe kunnen we dan eigenlijk zeggen dat er sprake is van effectief beleid als we het niet meten. Niet meten naar het vraagstuk van hoe ziet die dreiging er exact uit? Hebben we dat goed in beeld? Wat hebben we dan nodig om die maatregelen, om die dreiging het hoofd te bieden? Wat zijn mogelijk de impact van die maatregelen, zowel aan de positieve als de negatieve kant? Wat is de balans? En als je het dan implementeert, wat levert het dan op? Maar dan zet u eigenlijk het hele verhaal wat we gehouden hebben op losse schroeven. Nou, wat u zegt, we hebben eigenlijk niet goed gemeten of wat wij denken dat waar is, of dat echt zo is. Nou, ik geef toe dat best een stevige boodschap is. Maar en gelijktijdig weet ik ook dat we midden in een crisis zitten en je moet iets. Maar wat je in ieder geval moet doen als je dan het gevoel hebt van we moeten iets, is dat je in ieder geval die waarborgen inbouwt. Hm. Dus zorg dat je maatregelen met een tijdshorizon bijvoorbeeld instelt en niet eindeloos. Dat is men beter gaan doen, maar zeker in het begin was dat niet zo. Dus dan kwam er gewoon uit een einde aan. Dus als je dat doet en zorgt dat je goede evaluaties doet, kan je in ieder geval bijsturen. Ja. En dat is wat we zeker beter moeten gaan doen. Ik heb een vraag aan André Sebers en dan wil ik zo ook nog een rondje langs, want er speelt ook nog iets met Europa. Pieter Omtzigt heeft iets gelanceerd, daar gaan we ook nog even langs. Maar André,
U zei dat de bewijslast in deze dossiers lager wordt gelegd dan bij andere zaken. Tegelijkertijd zouden we ook kunnen zeggen dat we ons op onontgonnen terrein bevinden. We hebben niet vaak deze situatie meegemaakt. En dat we als samenleving worstelen, u heeft ook die Facebook-reacties waarschijnlijk gezien, met hoe we daarmee om moeten gaan. En dat we manieren zoeken waarop we mensen, waar we met enig logisch nadenken als ze na 2015, hè, als we dat in oogenschouw nemen, zijn afgereisd naar een plek waarvan ze weten wat er aan de hand is, zeggen hoe kunnen we recht doen aan wat ze daar gedaan hebben. En daar zit hem wat mij betreft precies het gevaar. Een redenering van we gaan ze veroordelen, want met enig logisch nadenken dan weten we wel wat ze daar gedaan hebben. Of met een algemeen rapport waarvan we niet weten wat de bronnen zijn, waarvan de wetenschappers ook zeggen, je moet er maar heel beperkt waarde aan hechten. We weten het, ze moeten daar wel gestreden hebben. Ze hoeven daar niet gestreden te hebben. Ze kunnen er ook om andere redenen zijn geweest. Er zijn mensen met psychische klachten, iemand anders ophalen, al langdurig geweest. Het is zo bazaal in ons strafrecht dat je concreet bewijs met betrekking tot een concreet persoon moet hebben voordat je hem veroordeelt. Daar moeten we geen afstand van nemen, ook in deze zaken niet. Dat is helder. Ik wil eigenlijk twee dingen op tafel leggen. Het ene is, we hebben het nu steeds over Nederland, maar volgens mij zijn onze grenzen open. Dus als een Syriëganger terugkomt en die komt in Frankrijk en heeft slechte bedoelingen, dan is het op zich 4 uurtjes rijden en dan is die in Amsterdam. Hebben we een Europese aanpak hiervoor? Doen we dit Europees? Pakken we dit goed op? Ja, maar om nou te zeggen dat ze echt een grand plan hebben, dat zou wat ver gaan. Maar er is een Europese strategie. Er is op een tal van terreinen zijn er een soort van deelstrategieën op het gebied van de samenwerking tussen de grensbewaking, uitwisseling van informatie. Er zijn allerlei internationale of Europese instellingen ingericht die data ook beschikbaar maken, zowel bij Europol als bij Eurojust. Instellingen in Den Haag. Dat gebeurt. En er is natuurlijk ook in Europa zijn er allerlei maatregelen getroffen die lidstaten ook aansporen om zaken strafbaar te stellen. Te zorgen dat daar op gerechercheerd wordt. Maar ook op het gebied van preventie. Hoewel op dat gebied van preventie er nog heel veel vrijblijvendheid is. Ja. Er meer een oproep gedaan wordt aan staten om daar aan mee te doen. En op dat punt was ons advies eerder van, hang daar nou in ieder geval een soort van rapportageverplichting aan, zodat iedereen zich beter bewust is. En ik denk dat Maarten in zijn ervaring met het Radicalization Awareness Network ook heel groot de verschillen ziet tussen bepaalde lidstaten en hoe ver ze op dat vlak zijn. Maar dat is Europees opgezet? Dat is helemaal Europees opgezet, ja. Daar komen ook een aantal uitdagingen tegen. Een van de dingen die we daar bijvoorbeeld tegenkomen die heel vervelend is, en dat is voor wetenschappers vervelend, maar ook voor mensen in de praktijk, is dat bijna alle landen verschillende definities gebruiken van woorden als radicalisering, deradicalisering. Grappiger nog, eigenlijk de meeste landen hebben rapporten en dan zeggen we hebben een deradicaliseringsprogramma en in geen van de nationale strategieën staat daarbij wat ze dan eigenlijk verwachten van degene die die programma's moet gaan uitvoeren. Hmm. Nou, dat maakt het niet alleen lastig om op een gegeven moment goede praktijken van de ene kant naar de andere kant te brengen, maar ook op een gegeven moment de discussie in een beroepsveld van wanneer zijn we nou tevreden en ook hoe kunnen we dingen gaan vergelijken. Want op dit moment is het ook nog zo dat al deze projecten voor deradicalisering, als ik dan maar even tot dat beperk, dat die bij een nationale regering worden afgerekend volgens bepaalde normen, maar dat je daarmee dus niet heel goed een casus uit Duitsland met Frankrijk kan vergelijken of met Spanje. Ja. En dan heb je een heel groot probleem, want je hebt maar heel weinig mensen eigenlijk die in zo'n traject zitten. Dus voordat je weet dat het effectief is, moet je massa maken. Maar iedereen heeft het op een verschillende manier gedefinieerd. En dan krijg je weer het verhaal dat het onvergelijkbaar is. Ik wil niet steeds de pessimist uithangen hoor. Maar ik hoor de hele avond al deradicalisering is het antwoord. Maar ik heb ook allemaal stukken gelezen dat het in Amsterdam niet gelukt is. Dat er enorm veel gedoe is. Ik las een stuk in NRC waarbij we alle maatregelen langsgaan. En daarin stond eigenlijk dat vooral veiligheidsmaatregelen wel werken en dat radicalisering niet effectief is. Ja, daar is wel een kanttekening bij te maken hoor. Maar goed, absoluut. Ik zal maar. Als je met dezelfde. Merk jij het ook dat mensen sceptisch worden over deradicalisering momenteel?
Even het verschil tussen deradicalisering en het inzetten op verandering van gedrag. Dat is wel even belangrijk om dat verschil goed te maken. Deradicalisering in Nederland is dat niet per se de doelstelling. Hè? Dat heeft Maarten in zijn verhaal en inleiding ook al uitgelegd. Omdat we ook niet kunnen... Hoe kun je vreedzaam controleren of iemand ook je niet een beetje voor het lapje houdt of echt van gedachten is veranderd? Plus, we leven ook nog in een rechtsstaat waarin je beginselen hebt als vrijheid van gedachten. Dus we zetten niet in op brainwashing. We gaan wel met iemand in gesprek. In de hoop dat daar ook andere inzichten ruimte krijgen. Maar niet per se met de bedoeling. Dus iemand mag in zijn hoofd denken wat hij wil, maar we moeten zorgen dat hij functioneert. Dat is het doel. Exact. Nou, dan zijn er allerlei programma's, maar dat is nog relatief nieuw. Dus dat is wel een beetje trial by error. Ja, en je kunt dus ook nu niet zeggen, het werkt niet. Omdat het gewoon, het wordt nog onvoldoende lang toegepast om al effecten te kunnen meten. Wat ik wel denk, is dat we misschien een heel klein beetje af moeten van... steeds spreken over deradicalisering. Misschien moet je wel tot de conclusie komen dat, maar als een goed Nederlands woord gebruiken, disengagement. Ja. Dus niet meer handelen op grond van wat je denkt. Toch maar even die ongelukkige vergelijking weer met bijvoorbeeld seksueel delinquenten te trekken. Hè. Daar kun je ook aan een pedofiele geaardheid kun je weinig veranderen. Wat je probeert te doen is iemand zover te brengen dat hij geen uiting meer geeft aan datgene wat hij denkt. Ja. Misschien is disengagement ook wel het hoogst haalbare. En moeten we ons daarop richten. En daarbij is, denk ik, en in dat punt ben ik het volledig met Maarten van der Donk eens, is het heel erg belangrijk om mensen ook weer na hun bestraffing perspectief te bieden op terugkeer in de samenleving. Ja. Omdat dat uiteindelijk, denk ik, de beste remedie is om mensen weer bij te krijgen. Iets nieuws wat je ziet in dat kader van de laatste tijd is dat rechters ook een deels voorwaardelijke straf opleggen. Zeggen, die hoef je niet uit te zitten. Maar een van de voorwaarden is wel dat je contact onderhoudt met een door de Nederlandse overheid verstrekte deskundige op het gebied van de islam. Een imam, zeg maar. En tot mijn verbazing zijn de cliënten daar nog redelijk tevreden over. Ook is dat wel een hele bijzondere, omdat ik heb hem ook een paar keer gezien. In een aantal andere landen gebeurt het ook. Als je ervan uit, dan moeten mensen daar ook inderdaad wel open voor staan. En inderdaad, als je in de vorm van voorwaardelijkheid doet, ga je toch ook alweer een beetje werken met stick and carrot, om het zomaar te noemen. In Nederlands dus, inderdaad, je houdt mensen een wortel voor dan krijg je vermindering. Dus dan heb je wel vragen over de oprechtheid. Van de andere kant hebben we inderdaad ook in sommige landen al wel ervaring gezien dat niet per se zo slecht hoeft te zijn. Ik denk dat bij deradicalisering twee dingen spelen. Ten eerste helemaal eens met disengagement. Het was ook de reden waarom ik het woord resocialisatie steeds gebruik. Want dat is volgens mij het belangrijkste. Maar ten tweede denk ik ook van deradicalisering heeft een beetje hetzelfde in de publieke opinie als al die afvalmethode dat je binnen 2 weken 10 kilo kunt afvallen. Iedereen heeft het idee allemaal maar van we hebben nu een groot probleem. En we hebben ook gehoord dat iemand overnight in één keer kan radicaliseren. Dus we kunnen ook ineens iemand deradicaliseren. En het is gewoon een heel ingrijpend proces. Want iemand heeft zijn hele leven op zijn kop gezet. Je moet met mensen aan de gang gaan. Wat ga ik praktisch nu weer doen? Want mensen hebben daar niks voor. Geestelijk, als ze afstand nemen van de ideologie, kom je in de leegte terecht. Je moet weer ineens gaan denken. Wie ben ik? Waar ben ik voor? Dat duurt gewoon hartstikke lang. Dat is een impopulaire boodschap, maar het is wel waar. Maar wat je in ieder geval moet voorkomen, denk ik, is dat je als Nederlandse overheid dit soort mannen radicaliseert door ze bijvoorbeeld op een TA te zetten en dus bozer maken. Terroristenafdeling. En ze veel bozer eruit laat komen dan dat ze erin gaan. Dat is natuurlijk een punt. Redelijk gematigde mensen erin gaan die bozer eruit komen. Dat is het laatste wat we moeten doen. Het is wel een eeuwig dilemma, hè? Want wat je zegt is natuurlijk waar. Aan de andere kant is het risico op het moment dat je ze gaat verspreiden over reguliere penitentiaire instellingen, dat ze daar wellicht mensen beïnvloeden die daar nog helemaal niet bij stil hadden staan. Het probleem zit niet eens zozeer in het feit dat ze apart worden gezet, maar dat het regime zo nodeloos hard is. Dat maakt ze zo. Dat maakt ze zo boos, zeg maar. Het continu visiteren, volkomen ontkleden, vooroverbukken, billen spreiden. Het is niet voor iedereen op hetzelfde harde regime. Hè? Er zit wat diversificatie in. Maar dit en soort dat zijn aspecten, ze verder aan het doorvoeren. Juist omdat ze weten dat dit de effecten zijn. Ja, nou, daar wordt rekening mee gehouden en de veranderingen zijn gaande. Ik wil nog iets anders op tafel leggen. Want ik hoorde u zeggen, bij het proces van deradicalisering of opnieuw disengagement, zeg maar, gebruikt de overheid Nederlandse experts met betrekking tot de islam, bijvoorbeeld imams.
Nou is het ook zo dat we, ik lees ook vaak berichten, dat we vaak niet zo goed weten wat er achter de deur van de moskee gebeurt. Dat we verhalen hebben van imams, van ronselpraktijken rond moskeeën. Is het een goed idee, en ik leg het gewoon op tafel, wie me op wil pakken, mag me oppakken. Is het een goed idee om mensen die we juist weer willen disengagen, terug te brengen in een omgeving waar religie weer zo'n rol speelt? Nou ja, daarmee suggereer je bijna dat religie per definitie iets slechts is. Het is, denk ik, als je kijkt naar de mensen die geradicaliseerd zijn, die hebben een bepaalde opvatting van religie, wat op zich niet de mainstream opvatting is van een religie. De mensen die ingezet worden door de reclassering in dit geval om met mensen te praten, je moet niet denken dat maar gewoon elke imam van straat getrokken wordt en dat we zeggen, nou ga jij maar met die man praten. Dat zijn wel mensen die daar, nou ja, speciaal voor bekeken worden. Niet omdat ze per se vinden wat politie en justitie vinden, maar wel omdat ze een mainstream opvatting hebben over wat bijvoorbeeld islam is. Tot slot, en dan wil ik ook de zaal openen voor het publiek. Pieter Omtzigt die heeft door elkaar gekregen dat in het parlementaire assemblée van de Raad van Europa een rapport is aangenomen waarin wordt gesteld dat IS-daden vallen onder genocide, waardoor IS-strijders kunnen worden vervolgd voor genocide. Wat betekent dat concreet? Kan iemand me daarover inlichten? Ferry misschien? Niks. Ferry? De realiteit is dat als je iemand wil gaan vervolgen voor genocide, dat bewijstechnisch vele, vele malen lastiger ligt dan wanneer iemand gaat vervolgen voor deelnemen aan een terroristische organisatie. Hoe moeten we dat rapport dan lezen? Ik denk vooral als een oproep aan landen om zich in te zetten voor de berechting van IS-strijders. En ook wel als ook echt symbolisch om uit te dragen dat datgene wat daar gebeurt in het strijdgebied, dat dat wel met genocide te maken heeft. Ja. Of dat echt gaat leiden tot heel veel meer vervolgingen voor genocide in plaats van voor deelnemen aan een terroristische organisatie. Ja, ik denk dat hij heeft niet helemaal opgelet bij zijn les humanitair recht. Want inderdaad, genocide is echt ongeveer het allerlastigste te bewijzen. Kijk, wat er natuurlijk wel zo is, is dat er wordt het door de IS-strijders en strijders van allerlei andere terroristische organisaties afschuwelijke misdaden gepleegd. Maar door de rebellen aan de andere kant zijn ook allerlei gruwelijke misdaden binnen het oorlogsrecht gepleegd. En we moeten niet vergeten dat we in die hele post-conflict situatie waar we dadelijk treffen, dat we eigenlijk voor al die categorieën iets moeten bedenken van hoe we daarmee omgaan. En dat het, je kan sommige terroristische daden ook onder het humanitair oorlogsrecht vervolgen, dan liever niet genocide, maar ja, er zijn wel nog een paar andere. Maar ja, dat je voor het geheel met een oplossing moet komen, omdat we anders daar nooit tot een stabiele en veilige situatie komen. Dat is wel duidelijk. Ja. Ik wil, voordat we naar zaal gaan, één kort rondje maken en eigenlijk dan het antwoord op de vraag, wat eigenlijk een beetje de hoofdvraag is natuurlijk. Hoe verhoudt Nederland zich nu tot de Syriëgangers? Zeg maar, hoe staan we ervoor? Als je daar je thermometer in duikt, is het dan code rood voor ons of hebben we het redelijk onder controle? En één aanbeveling waar we nu mee aan de slag moeten om dit dossier onder controle te houden. Bibi. Of gaan we andersom beginnen? Doe maar even andersom. Maarten. Nou, ik zal beginnen met het advies. Ik denk dat het, ondanks dat er nu mensen terugkomen, dat het heel erg kan zijn wat de gevolgen ervan zijn, is dat onze grootste inspanning moet zitten om het wegnemen van de voedingsbodem waarom die mensen ooit gegaan zijn. Want er zijn nog zoveel duizenden, misschien wel tienduizenden mensen in Nederland die ook op het punt van radicaal worden zijn. Overigens niet eens alleen religieus geïnspireerd, maar ook extreem rechts en dat soort dingen. Als we aan die kant niet blijven werken, dan weet je zeker dat je met de kraan open bezig bent. En waar staan we als Nederland? Die vind ik heel erg tricky, want soms dan schrijven we onszelf ook wel op de schouder aan het kloppen van, wij hebben nog geen aanslag gehad, zeggen we dan, en die landen wel, en daarom doen we het goed. Daarmee vergeten we even dat we bijvoorbeeld wel twee politieke moorden aan het begin van het vorige decennium hebben gehad. Dus misschien hebben we al wel eens ooit wat terroristische aanslagen gehad, want die zouden we misschien nu wel zo overframen, dat is ten eerste. En ten tweede denk ik ook van, laten we niet te gerust zijn dat bijvoorbeeld wat we dit jaar in Finland hebben gezien, waar
een wat meer verwarde man uit op een gegeven moment ook extremistische motieven een winkel binnengaat en daar mensen gaat neersteken. Ja, ik wil u niet bang maken daarvoor, maar dat kan overal gebeuren en dat kun je nooit met goed beleid 100% voorkomen. Ferry? Wat ik denk dat heel erg zou helpen is dat de polarisatie rondom de aanpak van Syriëgangers, dat die er een beetje uitgaat. Hè? Dat we niet meer denken in zwart-wit oplossing als schiet ze daar maar dood. Maar dat we gewoon echt vanuit onze rechtsstaat, die wij zijn, blijven reageren op dit hele ingewikkelde probleem. En als ik dan kijk waar we nu staan, dan denk ik dat we vanuit die rechtsstaat steeds proberen zo goed als mogelijk te reageren. En daarin goed eind op weg zijn, maar we zijn er nog niet. André? Ja, ik sta ook eigenlijk heel dicht tegen Ferry aan wat betreft. Nou, toch nog... Toch wel. Al vind ik wel dat we nu al in dat veiligheidsdenken wat doorgeschoten zijn. Maar in grote lijnen die rechtsstaat, die moeten we behouden. Dat is het belangrijkste. We moeten de terroristen niet gunnen dat ze ons dat afpakken. Ja. Bibi, ik heb je extra bedenktijd gegeven. Nou, dat legt de druk erop. Kijk, Nederland heeft in zijn grondwet staan dat wij ook de internationale rechtsorde dienen. En het punt waar we de avond ook mee begonnen, dat je denkt een oplossing te vinden door te zeggen van nou, we pakken het Nederlanderschap af en good riddance. Dat is natuurlijk niet, dat is één niet een oplossing en twee doen we onszelf daar ook tekort omdat we wel degelijk die internationale rechtsorde willen dienen. Ik denk dat het verhaal het sterkst is als we in alles wat we doen die rechtsbeginselen ook uitdragen. En ik sluit me ook graag aan bij het punt van Maarten. Dat de roeptoeter vaak op alle veiligheidsmaatregelen staat. Maar preventie uiteindelijk het antwoord is. Ja. Sangeeta, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Nee, ik wil alleen maar zeggen dat ik eigenlijk ontzettend veel geleerd heb van dit gesprek. En dat er nog heel veel is om over na te denken als het gaat om terrorismebestrijding. Niet alleen in Nederland, maar ook overal in de wereld. Nou, dat doet mij er maar goed. Zijn er mensen die zeggen, ik heb een vraag, want we hebben nog niet behandeld. Ik ga naar u toe. Ja, ik vraag me af of we niet heel erg bezig zijn om te denken vanuit ons standpunt, Nederland. Nederland wordt aangevallen. En dat we ons niet, we zijn bezig met globalisering. Zouden we ons niet globaler kunnen opstellen? Zouden we niet kunnen nadenken over wat we in het, bij het voorlezen gehoord hebben? Dat als het Westen de Arabische wereld of de moslimwereld treft met wapens, dat er dan ook wapens terugkomen. Zijn we niet in staat om na te denken, om ons een beetje in te leven in die situatie van die andere mensen? Ik heb juist het idee dat globalisering zou moeten betekenen dat we ons inleven in elkaar. Niet dat we ons terugtrekken op onze eigen positie en proberen onszelf te verdedigen en daarbij de oorzaak eigenlijk buiten beschouwing laten. En wat zou dan de vraag zijn? Nou, mijn vraag is, kunnen we globaler denken? Kunnen we proberen te denken vanuit die mensen die reageren op wat zij als een grote onrechtvaardigheid ervaren? Maarten, ik denk dat er één voor jou ook is. Ja, en ik zou hem eigenlijk willen beantwoorden. Ik denk eigenlijk dat wij vaak in het frame trappen van IS en dat ook heel veel van de jongeren dat doen. In de zin van, wij doen nu steeds net alsof het een strijd tegen het Westen is. Terwijl de werkelijkheid is, IS heeft de meeste mensen vermoord die moslim zijn. Als we kijken naar vorige week, die aanslag op die Afghaanse moskee. Tijdens gebedtijd, als je daar iets gaat doen, dat is geen strijd tegen het Westen. Dat is gewoon keihard een strijd tegen wie zij dan afvallig noemen, omdat zij niet de ware godsdienst aanhangen. En ik denk wel dat we daar vaak ook in persaandacht, maar ook in de brede zin te weinig aandacht aan besteden. Als er als er in Nederland één iemand Allahu Akbar noemt en met een mes gaat rondzwaaien, dan is hij de eerste item op het nieuws. En we zien toch dat er heel veel slachtoffers nodig zijn, wil dat bij een aanslag zijn op moslims in het Midden-Oosten. En dat is toch wat het meeste plaatsvindt. Ik denk in die zin ook al dat je daar wat meer, wat synchroniteit in kan brengen. Vooral ook omdat heel vaak jongeren, maar ook andere mensen van niet-Nederlandse afkomst nog televisiezenders uit het buitenland kijken en die zien op Al Jazeera nummer 1 is een hele grote aanslag en op een Nederlandse journaal of op de YouTube-achtige dingen komen ze dat later niet tegen. En dat geeft dan een heel raar gevoel bij mensen. Ja, en dat is eigenlijk een manier om ook polarisatie of een soort kloof te dichten tussen mensen. Ja, absoluut. Om duidelijk te maken van dat IS niet de moslims zijn, maar sterker nog, dat misschien de moslims, die ook niet bestaan zoals de christenen of de Nederlanders, maar goed, dat het gros van de moslims, dat die juist ook gewoon slachtoffer zijn van IS. Ja. Er is hier ook een vraag van Jair.
Ja, ik vind het ook een ontzettend interessant gesprek. Dank daarvoor. Wat mee we afvroegen, een beetje een naïeve vraag, denk ik, met opzet. Als het gaat over preventie, je merkt aan de voorkant dat vooral als het gaat over jongeren, er de afgelopen jaar heel veel in onderwijs ingezet wordt op burgerschap en dat soort dingen, rechtsstaat, democratie. En dan hebben we het over resocialisatie. En dan, ja, dan komt dat eigenlijk weinig terug. Dan gaat het voornamelijk, hoe kunnen we vooral zorgen dat iemand daarin terug moet komen? Moeten we niet ook, of zou je niet eigenlijk, net als aan de voorkant, eigenlijk ook veel ideologischer dat moeten insteken? Of is dat eigenlijk al niet meer mogelijk? Ben je eigenlijk al daar voorbij? En gaat het voornamelijk om zorgen dat iemand goed in de samenleving moet terugkeren? Of kan je nog vanuit wat de rechtsstaat is en wat een democratie is, nog iets betekenen? Kun je nog een goede burger van ze maken? Zoiets. Bibi? Nou, je geeft eigenlijk in je vraag al heel goed aan dat je een onderscheid moet maken tussen de fases. En dat er dus op maat eigenlijk programma's ontwikkeld moeten worden om mensen of weerbaar te maken, of zich bewust te maken van alternatieven, of vatbaar te maken voor een tegengeluid. En aan het eind van de rit, als we weer het hebben over van hoe komen ze weer terug, kan je eigenlijk een omgekeerde fase die stappen teruglopen. En uiteindelijk in de gesprekken natuurlijk ook weer praten over wat betekent nou een rechtsstaat? Wat is jouw rol daarin, in die rechtsstaat? Hoe kan jij bijdragen aan die rechtsstaat? Maar dat is echt pas het einde van het traject, als je in eerste instantie nog te maken hebt met mensen die hele rechtsstaat eigenlijk afwijzen. André, ik ben ook wel nog even benieuwd naar jouw reactie daarop. Ja, het hangt een beetje van de cliënt af. Sommigen die zijn al heel erg gehard en daar heeft dat, ja, denk ik, niet zoveel zin. Maar er zijn ook anderen die heel erg in de beginfase zitten, zeg maar. Waarbij die zijn daar nog wat gevoeliger voor. Vroeger kwam op de TA iedereen bij elkaar op de terroristenafdeling. En daar beïnvloeden ze elkaar op een negatieve manier. Nu worden ze daar al iets meer uit elkaar gehaald. De wat meer geharde mannen en de minder geharde. Ja, en dat is al wel een goede ontwikkeling, hoor. Het gaat al wat beter. Er is hier een vraag. Ja, hey. Ik heb een vraag over, en het gaat over de naam, de benoeming. Syriëgangers, het klinkt zo onmenselijk. Ik heb geen judgment over of iets goed of fout is. Maar heel snel wordt het zo'n branding. En dan zie je niemand. En hoe los je iets op als mensen iets doet? Als wij de mensen niet als mensen zien, maar als Syriëgangers of raar wezens. Hoe los je dat op? Ja, eigenlijk is dit nog de meest neutrale, ja, misschien. Ja, ik moet zeggen, ik vind Syriëganger inderdaad een vrij neutraal. Als ik kijk naar de internationale term die gebruikt wordt, hè, de Foreign Terrorist Fighters, dat is eigenlijk de term. Dat is wel iets beladener. Ja. Die is veel beladender. Ik vind onze term Syriëganger nog een vrij neutrale term eigenlijk. Ja. Of bijvoorbeeld ook jihadgang, dat is ook nog een hele beroemde, omdat jihad natuurlijk ook in de islam een hele verschillende betekenis heeft. Maar ik kan me voorstellen, op een gegeven moment, als je lang genoeg iets tegen iemand zegt, dan wordt het op een gegeven moment ook alweer een sticker. Daar heeft u ook alweer gelijk in. Ja. Nog één aanvulling? Nee, je ziet geen gezicht. Ja, ja. Ik ga naar u toe. Mijn vraag is of we wat geleerd hebben van de motieven, de overwegingen, waarom mensen, zoveel mensen, en niet alleen in Nederland, maar ook uit andere landen, naar Syrië zijn toegegaan. Ik zou dus gewoon willen weten van, hebben we daar ook wat van geleerd in de zin dat we daar op een andere manier, op een betere manier aan kunnen werken dan we tot voor kort hebben gedaan. En ik heb daar nog een vraag aan toe te voegen in de zin van dat ik las ergens dat bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk erop uit zijn om hun Syriëgangers dus maar niet terug te nemen. Zelfs, las iets van liquidatie. Dus dat is weer een hele ander soort opstelling dan in Nederland of in Denemarken. Hoe ligt dat internationaal? Want het is natuurlijk geen nationaal vraagstuk, het is natuurlijk een internationaal probleem. Ik denk dat we met de laatste moeten beginnen dan. En dan daarna naar de tweede vraag die wat meer gaat over wat we kunnen leren. Hoe ligt dat internationaal? Zijn wij de softies van Europa? Of hoe zien we dat? Kijk, het belangrijke is als we willen besnappen van waarom mensen radicaliseren, dan zal je echt ongeveer per individu moeten kijken wat het verhaal is van zo iemand. We kunnen wel een aantal kenmerken daaruit lichten. Dat is toch de eerste vraag. Dat. Ja. Ja, nou ja, hoe ligt het internationaal? Het ligt dus internationaal ook heel verschillend. Ah zo, ja. Er is net een groot rapport uit, overigens staat dat morgen op het programma hier in de Bali, van het VN Development Program, wat gekeken heeft naar wat zijn nou de radicaliseringsoorzaken in Afrika. Daar blijkt bijvoorbeeld veel meer de sociaal-economische factoren een rol te spelen dan wij hier
ook wenselijk vinden bijna, zou ik willen zeggen, als zijnde een oorzaak. Maar het is per keer per persoon anders. Dus dat betekent ook dat als we daar onderzoek naar doen, dat we ook proberen in onze programma's, in onze weerbaarheidsprogramma's, in onze counter-radicalisation programma's, daarop in te spelen. Ja. Nederland, voor België geldt voor een groot gedeelte dat het jongeren zijn die het gevoel hebben dat ze geen onderdeel uitmaken van deze samenleving. Dat ze in de hoek gezet zijn, dat ze gediscrimineerd zijn, gemarginaliseerd zijn. En daar moeten we dus beter op inspelen. Maar André, dat is toch een beetje de heilige graal, hè, om daar achter te komen. Want Jihadi John, hè, de man die veel genoemd werd, was een man uit de middenklasse. Die had het niet... Elk verhaal is weer anders van elke cliënt, maar een aantal groepen haal ik er wel uit. Ik zie redelijk wat cliënten met psychische klachten, die al psychische klachten hadden toen ze er naartoe gingen. Dat is een relatief grote groep. En ook een beetje wat jij noemt en wat Maarten ook eigenlijk al noemde, jongens die hier niet veel toekomst hebben, misschien schulden, geen baan, en daar dan opeens een held zouden kunnen zijn. Van niemand, zero to hero. In één keer, dat zie ik er ook wel tussen zitten. En daarnaast dus zoveel zaken, zoveel verschillende verhalen. Maar die groepen zie je wel een beetje. Ja. En de tweede vraag eigenlijk, hè, rondom of Engeland en Frankrijk, die veel meer inzetten op het niet terugnemen en op het liquideren van foreign fighters, die wij Syriëgangers noemen. Maarten? Nou ja, één ding wat er potentieel moeilijk aan ligt is, ik bedoel, je kunt zeggen, is dat een harde of een zachte aanpak? Het is een hele harde aanpak, maar de gevolgen kunnen ook heel erg ingewikkeld zijn, want zoals we hier in de Nederlandse pers ook al zien, dat nu ouders oproepen van help ze mee terugkomen. En dat daar de Nederlandse regering niet heel ruimhartig of zegt van oh, dat gaan we nu voor je regelen. Dat levert al een soort van spanning op. Maar hoe moeten we omgaan met bijvoorbeeld in voorsteden van Parijs, waar heel veel mensen zijn gegaan, waar inderdaad nu de opdracht zou komen inderdaad vanuit de staat van laat ze maar daar. En als ze doodgaan, dan is het zo. Je gaat daar weer nieuwe vormen van haat mee oproepen. En dus even de vraag wat dat gaat opleveren. Als we kijken van zijn wij nu de lieftallige te midden van de mensen die het anders aanpakken of zo. Nee, volgens mij ligt het in Europa heel erg verspreid hoe erop wordt gereageerd. Je ziet inderdaad dat eerst Frankrijk en nu Engeland daar echt uitspraken over hebben gedaan. Je ziet ook dat heel veel landen zich angstvallig op de vlakte houden op dit punt. Het zijn overigens oorlogsmisdaden, hè, als ze dat doen voor mensen die eigenlijk aangeven uit het gevecht te willen stappen. Als die toch geliquideerd worden, ik hoop dat het internationaal strafhof oplet. Maar dat zou een andere discussie zijn, maar dat zou een unieke casus zijn dat dan Engeland en Frankrijk... Daar zijn al gevallen van. Okay. Laten we nog twee vragen doen. Dus ik zie daar achterin nog een vraag en dan ga ik naar u toe. Ja, de aanpak die we vanavond gehoord hebben voor Syriëgangers, geldt die ook voor de mensen die aan de andere kant hebben gevochten? En als we het nog breder willen trekken, geldt die ook voor mensen die bijvoorbeeld in de Oekraïne meevechten? Goeie vraag. Ook het aan de andere kant meevechten is een strafbaar feit. En ook dat soort zaken hebben we opgepakt en blijven we oppakken, omdat het niet aan mensen zelf is om te bepalen dat ze naar een land ergens ver hier vandaan gaan en daar zelf gaan bepalen wie de goede en de slechte rikken zijn en daarop gaan schieten. Dus ook voor mensen die aan de andere kant, aan de soms als goede kant ervaren strijden, die plegen mogelijk strafbare feiten en er wordt heel serieus naar gekeken. Het is uiteraard wel geen terrorisme. Dan heb je het over andersoortige strafbare feiten. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen spreken over moord of het voorbereiden van moord als je aansluit bij zo'n groep en gaat vechten tegen IS. En het laatste gedeelte van de vraag was Oekraïne. Ja, kijk, Oekraïne, daar is mij op dit moment één zaak van bekend. Dus daar kan ik wat minder algemene uitspraken over doen dan over de strijd in Syrië. Maar ook daar geldt dat het Nederlanders niet toegestaan is om op eigen houtje je ergens aan te gaan sluiten buiten het bestek van een leger om daar te gaan vechten. Ja. En dan met u de laatste vraag. Dus deze sluit er mooi op aan. Ja. Hoe zit het dan met Nederlandse studenten, heb ik dan over mbo, die dan in Belgische en Duitse en Engelse krijgsmacht gaan dienen?
Dat is volgens mij weer een ander strafbaar feit. Namelijk dat je zomaar in een vreemde krijgsmacht treedt. Maar dat is dus weer wat anders dan de situatie waar ik het net over had. Ferry, kunnen we jou sowieso gewoon niet een paar keer per week hier vragen om wat landen en casussen... Daar kunnen we best over praten. Ja, ja. Ik ga naar de laatste vraag. Ja, deze vraag ligt een beetje in het preventieve vlak. Het is bekend, denk ik wel, dat Saoedi-Arabië veel geld investeert in per jaar zo'n 3,5 miljard euro in Europa in extreme, wahhabistische gedachtegoed. Komt onder andere terug in lespakketten van kinderen, gewoon in Brussel bijvoorbeeld. In Oostenrijk is een wet aangenomen die financiering vanuit het buitenland in moskeeën, maar ook in imams, verbiedt. In het regeerakkoord wordt er misschien iets over genoemd, maar is dat ook iets preventiefs? Want je ziet dus dat Saoedi-Arabië in extreem gedachtegoed investeert. Die lespakketten zijn vergelijkbaar, hè? In Brussel bijvoorbeeld of in Londen. Misschien zelfs ook wel in Amsterdam. Met wat de, heel simpel zeg, lespakketten ook bij de IS waren. Als je het toch over kinderen hebt en over het preventieve vlak, kunnen we Saoedi-Arabië, er liggen natuurlijk ook weer handelsbelangen in, want er wordt... Maar de vraag is helder. Kunnen we die stroom afsluiten? Ja. Interessant voor een nieuwe minister die best zaken wil doen met dictatoriale regimes, heeft hij aangegeven. Hand en broeken bedoelt u? Nee. Albert Zijlstra, ja. Ja, precies. Oh ja, was het maar hand en broeken. Ja, nou goed. maar de vraag blijft staan natuurlijk. Er staat inderdaad het een en ander over in het regeerakkoord. Dat klopt. Dat is met name denk ik gericht op juist dit soort voorvallen. Ook het geld wat naar bepaalde moskeeën gaat. Dit is de categorie preventief repressief. Dit is niet de wat meer sociale preventieve aanpak waar Maarten eerder over sprak. Het is wel zaak dat we heel goed in de gaten houden of hier nou ook echt een beperking van vrijheid van meningsuiting uit volgt. Want dat is natuurlijk iets, en van godsdienst, iets wat we toch ook hoog willen houden in onze samenleving. Dus dit is een hele ingewikkelde vraag en dat is eigenlijk ook niet in algemene termen te beantwoorden. Maarten? Ja, volgens mij is het ook nog eens een keer zo om hem te compliceren. Is van heel veel. Er is inderdaad het voorbeeld van die Brusselse moskee en wahhabisme. Die ken ik ook uit de pers. Van de andere kant zien we ook dat in Nederland heel vaak dit soort informatie via huiskamergesprekken en via sociale media is rondgegaan. En daar speelt dit soort financiering helemaal niet zo'n hele grote rol. Dus ja, als je dingen op een gegeven moment kunt inperken, goed met de kanttekeningen die jullie zeggen over vrijheid van godsdienst en dergelijke. Want wahhabisme is misschien niet een hele pro-westerse stroming, maar om hem meteen één op één altijd te vertalen als van het is ook terrorisme of het is strafbaar. Dat is natuurlijk ook nog weer een hele ingewikkelde. En verder laten we ons vooral niet alleen tot pamflet en lesmethode doen, maar bijvoorbeeld zorgen dat je ook weer goede godsdienstige adviezen hebt voor jongeren die daarnaar zoeken. Ja. Tot slot, Ferry, is dat iets waar het OM zich mee bezig kan houden? Democratie ondermijnen via lesmethode? Dat ligt natuurlijk niet direct bij het Openbaar Ministerie. Maar er is een integraal actieprogramma in Nederland opgesteld, hè, waar een groot aantal overheidsdiensten bij betrokken is. En een van de punten waar heel serieus naar gekeken moet worden is ook wel op te zorgen van zogeheten counter-narrative, het andere verhaal vertellen. Ik denk dat daar nog meer gedaan kan worden dan dat we nu doen. Gewoon echt tegen dit soort geluiden te kunnen strijden, maar dan niet door die geluiden te beknotten, waardoor we wellicht weer in gedrang komen met onze eigen rechtsstaat, maar om juist het tegengeluid goed te laten horen. Ja. Ik wil jullie eigenlijk gewoon allemaal heel hartelijk danken. Ik denk dat we niet een heel vurig debat hebben gehad waarbij we hebben geschreeuwd over de Syriëganger, maar dat we wel een aantal elementen uit elkaar hebben getrokken. Dus ik zou heel graag een warm applaus voor onze sprekers willen vanavond. En blijft u vooral nog heel even zitten, want we gaan nog één keer luisteren naar muziek. En het is dit keer, ik heb dat opgeschreven, een Islamic chant of God. En ik zeg het in het Engels omdat Nai hier de hele tijd heeft gezeten en helemaal niks verstaan heeft. Maar toch nog ons één keer gaat verrassen. So give them a warm welcome. Notes of Color, Nai Tamish Barghouti en Asubike Onwuka.
Acts of Color. En ik wil u vooral heel hartelijk danken voor uw komst. De bar is geopend en nog een goede terugreis naar huis en tot de volgende. Dank jullie wel.